Ik stond voor de deur. Voor de deur, zo. Ja, jij liet natuurlijk weer je eerste keer Ja. Het is alsof ik naar een dekbed kijk voor een kind van, van twee. Ja, ze heeft toch 26 kinderen met die... Uh... Ja, die moet elk jaar naar het toe. Ja. Ja. Je luistert naar het Berger Podcast. Hier zijn Dennis en papa. Hey Dennis. Hey Nicky. Nou, dat was een leuke opening, hè? Ja. Maar schattig, hè? Echt wat, super schattig. Hè? Ja. Ze moest eigenlijk iets... Nou, ze moest... Ja, ze moest. Ja, ja ze Ja, moest. ja. ja het is gewoon Zo, ben Zo, Zo ben jij. Zo ben ik. jij met jou nou, ook. Ja, jij ook. Jij uh, buit je gezin uit. Ik ja. buit mijn dochter uit. <laughs> ze moest iets vertellen over een film waar we zijn geweest. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Dat is niet gelukt. Dus het is maar een intro geworden. Maar wel een schattige dus je hebt gezegd, intro. De, in plaats van dat je uh, wat, wat over de film zegt, moet je dit nu inspelen? Moet, moet. Ja, dat gaan we doen dus uh, ja we hebben aflevering 92 richting de, de richting 100. de 100 ja, ja we komen nu wel elke week het ja, wordt we, van kom, we komen nu wel in het stadium dat we misschien wel echt iets moeten gaan plannen voor die 100 dat lijkt me handig ja dat is over een, een, een vier maandjes zoiets al. ja zo ja 16 ja. weken denk ja. ik ongeveer -ish. Ah, ja. Maar uh, uh, jij hebt weer een script lopen koken. <laughs> er staat bovenaan weer iets. Ja, want, maar we hebben, we hebben weer een bom vol script. Ja, want normaal gesproken doen we niet twee nieuwsafleveringen nee, achter elkaar. Nee, het is eigenlijk precies, ja. Maar er het is moest nu, er, wel deze is week. nu zo van. Vorige keer hadden we net opgenomen te ontspoorden een tram. Er, werd, er zijn dus landen aangekondigd en, en dingen. Maar first things first, Nicky. Ja, waar de mensen op wachten. Waar de mensen op wachten. Waar de meeste mensen hierna uh, de ja, die podcast verlaten. Ja, je ja, ja, merkt ook dat na ja. tien minuten is het gewoon ja. klaar. Hè. Uh, time. Ja, want we kregen. Nou, ik, 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 ik zal eerst de vraag stellen. De vraag weten we elke week eigenlijk al. Maar dan stel ik hem even voor het formele. Ik ga hem er even bij pakken. Uh, de vraag der vragen uh, die we kregen. We kregen van uh, Nicky Bergkamp. Welke uh, snack zouden jullie universiteurs aanraden te verkopen in het park? Of wil je dat bekendmaken na deze. Nee, dat, snack? dat, dat kan zo. Het? Maar ik zal eerst even oh. zeggen. Want ik, ik heb gezegd, ik had echt honger. Ja, ik heb, ik kom uit mijn werk, bij naar huis gegaan. Ik heb nog niet Beschrijf gegeten. Schrijf even wat je aan hebt. Ik, ik heb een pizza-trui aan. Je hebt een, een Walt Disney World. Een uh, uh, ja, spirit jersey. Spirit jersey met pizza's ja, erop. Met pizza's. Maar dan pizza's in de. In de Geen pizza vlekken. Nee, 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 gewoon echt pizza prins. Ja, ja. Me met Mickey Pepperoni. Ja, jij zit te kijken voor hoeveel ja. gast heb je nou ja. Nou ja, kijk dat dit soort dingen in de winkel hangen. dan denk ik altijd wie koopt dat. <laughs> nou, nu zit er iemand voor me. Die koopt dat dus. dit nee, Is even verkocht. Deze hele collectie. Ik heb dit gekregen van een vriend. een van een vriend. Stevie Wonder. <laughs> en luisteraar van de show. En het is een hartstikke mooie trui. Ik vind het echt tof. Een luisteraar van de show. Ja, oh, dan toch? neem ik het terug. Prachtige spirit jersey. Ik wil hem ook. jongen. Jonge. Ja, zoals jij ze zeggen, de katten blazen naar me. Ik, nou, ja, ik vind het... Je kan hiervoor gearresteerd worden als je dit aan hebt op straat. Ja, ik, vind het, ik vind het echt mooi. Ja. Maar goed. Even. Maar ga verder. Ja, snackvlees. Dus ik ben, ik ben naar huis gegaan. Ik had echt... Ik had honger. Maar ik denk, we hebben het over vandaag, hè? Ja, ja. Nou, vandaag. Ja, ja. maandag. Dat we, we dit opnemen. Ja, ik ben naar huis gegaan, ik had honger, maar ik had geen tijd om te eten, dus ik ben hier naartoe. Toen dacht ik nog, ik denk, weet je wat Dennis gaat doen? Dennis gaat langs Vonshof, gaat die snackie halen. Vonshof? Ja. Ja, nou dat weet je op maandag. Nee, ja, hoe moet ik dat weten? Dat heb je, vorige keer ben je er ook voor, heb je voor je lul voor die deur gestaan. Ik weet ik, ja, maar, nee. ik, weet, ja, maar, ik ben af en toe de dagen kwijt dat we opnemen. Ja, maar goed, op maandag is dat dus dicht. Ja. Dus ik denk dan, dan dacht ik, hé, hey, bij op de hoek, zit zo'n kippenboer. Lekker kip. Nou, die is al maanden, misschien al weer een jaar bijna <laughs> ja. ja. Die hebben de, ook personeelsproblemen, zeggen ze, maar... Uh, ja, nee. ja. Nou, dus uiteindelijk ben ik hier in de, in de buurt ben ik, uh, geslaagd, denk ik, hoop ik. Beide? Wat heb je nou in een plastic zakje? Ja, oh, ik zit te denken die, die, wat er op open is. Ja, ja, niet zoveel meer. Nee, dat nee. is... Uh, wat, wat is dit? Ah, dit? Uh, oh, dit is voor straks. Wacht. Wat is het? Ben ik... Ja, iets met een burger. Ja, dit is een heel slechte uh, podcast. Ja, ik maar wat, wat, waar ja. ben je geweest dan? Hier op de hoek, die. Ja. Oh. Is dat wat? Ja. Dat is uh, Glue. Ja, ja dat is een ja. grappig logo. Daar zie ik ook hoe mijn brein werkt. Die snijpij heeft ja. een grappig logo. Dus ja, ja, ja. oh, ik. Dus ik ze een... hadden twee vestigingen. Eentje is afgefikt. het oh, uh, is hun enige vestiging. Okay. Okay. En, oh, dat je eigenlijk een uh, patatje toppa mee moeten nemen. Maar, wat? Wat, wat heb je nou? Een hele hamburger meegenomen? Ja, maar ik snij hem even door het midden. Nee, maar neem jij ze ja. alle twee. Nee, dat hoeft niet. Geef hem eens. Oh. Ja. Maar ja. Wacht, ja, schiet even op, want dit kost allemaal zendtijd. Ja, plaatje. Sowieso, we hebben weer wat foto's gekregen zonder benaming erbij. Oh, maar wil je een foto geven voor deze podcast? Zodat Dennis weer lelijke jerseys kan kopen en McDonald's. Wat een cadeau, uh, dit. Wat ook oh, cadeau, sorry, die je leuke cadeaus kan krijgen. Dat kan naar fooiepot.com sluimestreep Uploadpodcast of je gaat naar Uploadpodcast.nl en dan kan je ons altijd een foto geven. Een wat is dit nou? Ja, weer? Weet ik veel. Is Het is het een, een hamburger. Ja, maar met een gebakken ham op. Ja, maar dit is gewoon een, een regeler, dit is gewoon een soort cheeseburger. Nee, dit die was een unieke snack. We zakken wel af in de snack uh, waarderingen. Gast, er is helemaal niks open op maandagavond in, uh, in Haarlem. Ik weet niet wat voor dorp dit is. Nee, nou ja, het is een wereldstad jongen dit. Ik dacht nog, ik rijd langs Koppersnacks, maar toen dacht ik, nee, 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 want ik heb eigenlijk wel trekken die eierbal van Fons Hof. dus ik ben Laat <laughs> je beter langs Koppersnacks. Ko dat is ook wel leuk hè, dat ik dus van een luisteraar door kreeg dat, dat in principe uh, diegene dacht altijd aan de lijn, maar die heeft nu toch ja, Ik moet toch een keer naar Koppersleks. Oh, is er iemand naartoe gegaan? Nee, met het Willy. Met dat Willy. Oh, we... Ja, jij hebt het zo overhyped. Oh, oké. Okay. Ja, ja, hebben... Dit ja. wordt seks een bedevaartsoord. Ja, als je gewoon zegt, ik kom via de Uppelot Podcast, dan... Uh... Krijg je korting? Nou, dat denk ik niet, maar dan zeggen ze, tof. <laughs> Moeten we eigenlijk even iets regelen? Er... <laughs> nou, oh. jij even je hamburgers. Zullen we gewoon beginnen met... Uh... Je een Wat... soort code worden. Als je code wordt Uppelot Podcast, dan krijg je een gratis upgrade van de En dan gaat er een naar deur, naar een deur achter, achter open. Naar een Large Milk Ja. <laughs> ja wat leuk. Ja, gewoon geplastized. Ja, geen lekkere hamburgers dit. Um, ik zie staan uh, Dennis aan Tour. Want we, we zouden eigenlijk vorige... week gemiddeld nou? pretparkhamburger Hamburgers beter hoor. Ja, dat, ik, maar ik begrijp ook niet dat je daar... Uh... Ja, ik had echt honger. Ja, oké. Okay. Nou ja, we, we gaan het? dat ja. ja, want uh, we, we, we nemen best wel laat op. Eigenlijk zouden we vorige week opnemen. Maar jij zei steeds, dan kan ik niet, dan kan ik niet, dan kan ik niet. En uh. je zei niet waarom. En ineens zie ik via de socials dat jij uh, een soort de hele week in Duitsland zit. Ja. Waar we, wat mag het hier daar Nou, ik... Ik dacht, uh, we kunnen even niet naar Universal toe. Nee, ik heb net een baby. En baby's kosten geld. Veel geld ook. Dat is echt, uh, heb ik heftig onderschat. Uh, dus ik dacht, we moeten iets doen. En toen kregen we van, van goede vriend Danny kregen we een uitnodiging of we naar het Islands of Adventure van de Lage Landen wilden komen. En Over welke Danny hebben we het? Danny van de Wil? De, oh, de Team Park Flec Science F Danny Aftalflex. Aftal ja. Flex Danny. Uh, ja. Ja, nu tegenwoordig Helen, Helen Danny. Helen Denny, ja. <laughs> Helen Denny. <laughs> niet te verwarren met Denny van... Of Helen Fleet. Helen Fleet. Dat moet zijn nieuwe accountnaam worden. O oh ja, dat is wel een goede. Ja. Hey, ja, niet te verwarren met uh, Denny de dennenboom van uh, Douwe in de Zand, volgens mij. De mascotte. Hoe oh, heet die zo? Ja, volgens mij wel. Oh. Maar de opening van de nieuwe achtbaar ridderstrijd. Ik denk, nou, dat is toch... Hellendoorn, het avonturenpark. Adventure park. Zeker. Islands, Islands of adventure. Ja, Ik ja, denk, mooi gevonden. Ja. Islands of Park. Ja, ik denk, als je kijkt in Nederland, misschien wel de best... Naar een riool gethematiseerde indoor oh. afbaan. Hey, ja. Oh, daar <laughs> hebben we nog een mooie verhaal ja, over. Ja, ja, zeker. Ja, ja maak je verhaal af, ja. sorry. Dus, dus dat. Dus, dus uh, uh, ik, denk, ik ga daar naartoe. Ik denk, ik heb toch een beetje die op vind je vrij? En wie kom ik daar tegen van de marketingafdeling? Ilco, vaste luisteraar van de show. En die heeft dus een DM gestuurd naar jou. Ja, na het account, ja, sorry, ik moest die hamburger wegslikken. Nee, hartstikke leuk. Oh, hij is droog, zegt die hamburger. Ik had laatst geroepen: het lijkt me een keer leuk om acht maanden te besturen. En toen kregen we een bericht van uh, Hellendoorn: van uh, Nicky, je mag een keertje langskomen. Hmm. Mag je de Riojaard besturen? Nou ja, dat is een aanbod wat ik zeker niet ga afslaan. Ik kon even niet vorige week, maar nee. het, het staat: het gaat een keertje gebeuren. Nou ja, we gaan dus. samen heen. We gaan samen heen, ja. ja ik kon, we konden niet de show binnen in Riord opnemen. Dat kon niet vanwege veiligheid. Nee, maar we kon in het park wel, hoor, dat is allemaal Ja, gekregen. tuurlijk, dat gaan we ook wel doen. Dus we gaan een dagje naar Hellendoorn. Maar ja, jij bent er ook al geweest. Hoe was jouw uh, jou dag in Hellendoorn? <laughs> ja, dan zit jij hier al burger. <laughs> Moeten wij ook zo'n rode jas aan, als we in Rio staan te nee, werken? Nee, een oranje. Oh, oranje jas. Nee, nee, ja, ja, ik... vind ik nee. leuk. Ja. Heb ik al gezegd. Maar... Um dus even shout dat naar Elko topgaas hij gaat van Naja gaat hij uh, weer naar uh, Orlando ja hij twijfelde Cabana B of... moet hij dan van jou weer zo'n lelijke spieren jersey bijnemen of niet <laughs> nee dat hoeft niet maar hij twijfelde nu Cabana B of uh, uh, Dockside in Surfside in ja Cabana, mm, Cabana B, B 100%. Ja. Uh, uh. nou ja we, ik wou zeggen hij kan nog niet natuurlijk de nieuwe uh, nee. steller nee, 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 uh, van Naja uh, uh, januari was, ja. maar uh, wat uh. hadden we het ook weer over Elldorn Doorn. Uh, jij was daar geweest ja voor, leuk uh, ja voor die van die open van nieuw Achbar ja het is gewoon uh, de denk, ja, ja, een de, crazy mouse. De, de, de best gethematiseerde crazy mouse uh, van Nederland, Dat ja. is echt, uh, ja, prima ding. Hartstikke leuk. Maar met Helmond, weet je, het is, ik heb er altijd een leuke dag. Ja, klopt. Het is een, uh, het is een heel lief parkje. Het is ik een heb beetje een beetje raar te plaatsen parkje, maar... nou, het heeft een hele duidelijke doelgroep. Ja, dat wel. Jonge families, jonge, ja. jonge gezinnen. Ah, ah. Dus, dus voor mijn kids, naar is dan 14, die wordt, wordt bij vlagen net te oud. Maar voor Jace van 11, is ja. het fantastisch ik zit er tussenin, ja, dus ja. nee, dat is echt. Uh, Echt top. Maar wij gaan Hele... dus naar Hellendoorn. Nou, het was heel leuk, want ik heb dus ook een, een backstage tour gehad. Oh. En daar heb ik ook nog wat geleerd. Wat heb je geleerd? Ik ben, ik ben achter de schermen geweest bij Hellendoorn. En daar heb ik dus geleerd dat vroeger, toen Zamperla nog een heel klein Italiaans uh, uh, fabriekje was, toen hadden die niet echt faciliteiten uh, in, in de buurt van, uh, van West-Europa om onderhoud te plegen aan attracties. En om dingen te, te bouwen, verbouwen, herverbouwen. En dat deden ze dus in de winter in Hellendoorn. Wat grappig. Dus, dus de eerste Samperla-fabriek stond in Hellendoor. Ja, niet fabriek. hebben ze <laughs> nee, even onder. Ze gebruikten die ruimte, die faciliteiten. Ja, in, daar, de, in de winter. Om leuk. dus het onderhoud te doen. Maar dus, dus attracties van eh, Walibi. Maar ook attracties van een, een heel groot pretpark in de regionen van, van Parijs. Met een ah, muis als ja. mascotte. Waarvan oh. je de naam niet mag, mag noemen dan. Want dat ja. mag dan niet. Nee, dat mag niet. Maar, maar, niet. maar ook die attracties, die Champerla-attracties, die zijn in onderhoud geweest in Nederland. Oh, nou, grappig. Ja, toch? Ja, leuk om dat te weten. Ja, ja. Dat, dat, dat vond ik een leuk feitje. En, de, en daarna ben ik dus inderdaad Duitsland ingereden. En toen ben ik gegaan naar... Nee, ja, de Dromdoek. Ja, precies ja het is in principe ik heb mijn paspoort al meegenomen in hadden ja, als je afslag mist dan uh, dan rij je Duitsland in maar toen ben ik naar het Universal Studios van de regio ja. uh, Boter op kiergelen en omstreken uh, geweest de goede parkeerplaats genomen ik stond voor de deur. Voor de deur, zo. Ja, jij liet natuurlijk weer je eerste keer mijn zien. Ja. In mijn graden zeiden ze toen. Nou ja, zo gaat het wel. Ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja. Het gaat het ook me, echt. Ik ja. maak geen grap. Nee, nee, nee ik zie ik aan je gezicht. Ja. Ik vind je het gek met zo'n spirit, Jersey? Ja. ja. Nee, maar ik heb daar ik heb een hartstikke leuke dag gehad. Ik ja. had die achtbaan nog nooit gedaan, die move Park Welke? Studios. Met, uh... Die heb je vorige keer toch gedaan? Nee, die tot... nee, nee. heb niet gedaan. Nee, maar <laughs> nee, ik heb het nog niet gedaan. Dus ik vond het hartstikke leuk. Want, ik dacht, hoop universal referenties ja alleen maar alleen in plaats van Twister was het twist en shout uh, fast and furious is uh, de, de, de ja en king Kong de fast ja, ja, de, de king de king ja. goede poster hingen trouwens in de wachtruimte ja, en daar een poster ja, door ja. het zag, zag er vet uit zag je E.T. merchandise ja ook ja Dat is leuk en dan kom je in de gift shop en dan hoor je Jurassic Park muziek <laughs> en ze verkopen it e. merchandise in move park Germany en Gremlins Gremlins ja ja maar ook dat move park is ook zo'n parkje eigenlijk ik kom er misschien wel te weinig. Ja, want het is wel, het is, we hebben een hele aflevering over gemaakt. Ja. Geweldige sfeer. Ja, maar Club iedereen Park. die ook spreekt, die heeft daar een soort van affiniteit mee gehad. Of nog steeds een beetje guilty pleasure. Je hebt ja. er altijd een leuke dag. Ja. En, en het ligt zo dicht bij de Nederlandse grens dat het gewoon. Uh, wat ik zeg, voor mij is Boefbank Germany dichterbij dan Toverland qua afstand. Ja, voor mij ook. Ja, de Rob. Dus dat zegt ook genoeg, maar ik kom er eigenlijk te weinig is al, ja. dat ik vorig jaar ben geweest, maar daarvoor was ik er alweer twintig uh, jaar niet meer. Maar, maar het leuke is, ik heb dus gewoon eigenlijk toch een beetje universal ja, een beetje vibes gehad. Je kwam daar ja. binnen, dan loop je over dat plein. Het mooie is hun inkomstmuziek van Move Park Germany. Als je ja. het park binnenkomt, op de Jurassic World soundtrack staat zo'n stukje The Park is Open. Dat is zo'n hele Zo'n hele upbeat. Dus er zat een Duitser bij Movepark te zijn. Die heeft uh, dat ding op repeat gezet. Nee, we hebben, we, we hebben parkmuziek nodig. Oh, uh, The Park is open. Oh. En dan <laughs> enter. Hey, Jurassic World op zo'n nummer. Ja, inladen. Ja, ja, zo gaat het daar. Oh. Hebben ze Buma in Duitsland? Ja, nou, ze zullen er wel voor betalen, neem ik aan. Ja, moet ze moeten ze Maarten Hartveld even beelden. Nee, <laughs> heb, heb je het gehoord? Heb je toch gehoord, ja. Hé, hey, we, laten we doorgaan. Uh, 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 de podcast waar alles over Universal gaat. En ook weer totaal niet. Uh, we gaan naar Hollywood. Wat moest je betalen trouwens voor die parking uh, bij Movie Park? Of heb je daar niks voor betaald? Ja, uh, denk ik. Uh, volgens mij stond er een bord... 8 euro 9 euro. 8 euro. Nou, dat is schappelijk, dat is schappelijk. Want als we naar University doen, was duurder volgens mij. Ja, dat. Qua parkeren. Ja, voor mij zelf nog 9,50 of zo. Ja, maar zij wel een mooi bos. Ja. Ja. Uh, in Hollywood, of, uh, trouwens hier, Universal Studios Hollywood, is de general parking uh, ietsjes omhoog gegaan naar 32 dollar. Dan hebben we ons al vaker uh, gedacht van die prijzen die gaan daar nergens hoog. Dat is, nou, is belachelijk. Ja, want ik Disneyland prijs betaalt ook hè. Ja, uh, preferred parking kost 50 dollar en uh, wil je vooraan staan wat jij altijd wilt, mm -hmm. uh, uh, 70 dollar. Ja. ja, front gate parking. Front gate parking. Wat Dan wil zit ik je echt met je bumper Met je bumper sta je tegen de Archer van Universal. <laughs> Dan kan je ze uitstappen. <laughs> zo'n de rode loper op. Ja, front gate. Ja, Ik denk dat dat de eerste zoveel vakken zijn. Uh, zit je vol? Het <laughs> begint alweer op de boeren. Ik zie het alweer rijden. We moeten nog een hele show hè? Het is een bomvolle show. En ik heb nog veel meer meegenomen. Oh. Nee, oh, nee, ik weet niet. Ik had zo'n honger. Oh. Dus het wordt waarschijnlijk dat het op een ongeluk gaat uitdraaien? Ja, ik probeer weer een nieuw bruggetje te een <laughs> onderwerp. Nou, dat Want er was een ongeluk hier. Ja, maar wat, ik, wat ik net al zei. We, wij hebben opgenomen, we brengen die show, brengen we uit. En, en. Oh nee, we hebben hem nog niet eens uitgebracht. We hebben de show net opgenomen. Hij is net ingeblikt. Ontspoort die tramtour. Groot nieuws. Ja. Gewonden. Nou, geen doden. Nee, ruim. gelukkig maar ja mensen uit die tram gevallen wat was, wat was er dan nou gebeurd hebben ze op de rem getrapt of zo nou het was een beetje wat ik probeerde ook de locatie het is in de avond laat gebeurd en alle helikopterbeelden van de plaatselijke uh, mm -hmm. tv-zenders ja ik was een beetje denk waar zit het ongeveer maar volgens mij was het hysteria uh, uh, Lane, hoe heet het daar al in de tijdens de tour waar al die uh, huizen oh, ja. met die grasvelden ik dacht dus dat het was bij uh, dat je uit King Kong kon dan maak je ook een beetje zo'n hele scherpe bochten die misschien in die bocht Nou, daar zijn of zo. wat mensen opgevangen. Die zag ik daarom op de vangrail zitten. Die werden daar behandeld door uh, hulpdiensten voor uh, wonden. Nou, daar ben je gelukkig een vangrail voor. Een, opv een opvangrail. Nee, hey, hey, zeker. Daar, is die, daar dient hij die voor. Maar het, het schijnt dus. Ja, het is ook een beetje onduidelijk wat het is. Hij is gebotst op een kleinere. Is dat op misschien zo'n busje De grote tram waar 100 man in kan. Die schijnt ja? op een andere bus. En de, door een soort van kettingreactie ja, is, uh, is er 14 man gewond geraakt. Ja, wow. Het is een beetje onduidelijk. Het was ook niet heel groot uitgemeten, uh, had ik verwacht. Maar ja, dat viel me alles mee. Ik had echt verwacht, nou, dit, dit is mega ja, dit gaat NOS, weer, jeugdjournaal. Ja, ja, ja. ja, ja. In, in, in uh, Amerikaans filmpretpark, uh, tram ontspoort. Ja, uh, nee, nee, was, uh, was, bijna, was er bijna uh, geen nieuws over. Maar uh, ja, het, uh, het uh, ontglipte ons net, dat nieuws, uh, die dag. Maar uh, we gaan even uh, een stukje verderop in het park. Want ja, uh, ja we weten. Je ja, zou bijna denken dat die tram aan het driften was. Oh, mooi. Toch? Mooi. In Hollywood aan het In driften. Hollywood? Ja. ja, ja, ja. Dat, ze, dat ze Fast and Furious waren. Ja, zo het, ja, ja, mooi, mooi. Ja, de Fast and Furious Hollywood drift-achtbaan. Uh, we hebben een openingsjaar. We hebben überhaupt een achtbaan die is aangekondigd. Hij was uh, ja. niet officieel aangekondigd. Nee, dat ook niet. Maar er staan uh, nu, uh, 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 ja, hoe zeggen we dat? hekwerk staat erop en er staan grote data op. Uh, opent in 2026. Ja? Er was ook een blogbericht, daar stond vrij weinig tot niks in. Het was een heel kort tekstje. Uh, de achtbaan is aangekondigd voor 2026. Ja, heel tactisch, een jaar na Epic Universe. Ze zijn natuurlijk alles aan het opblokken, hmm. dat ze de komende vijf tot tien jaar uh, elke iets groots kunnen aankondigen. Yeah. Maar een Intamin uh, driftcoaster en er stond bij: um, prepare for high-speed thrills. Fast and furious Hollywood drift arrives at Universal Studios Hollywood in 2026. From groundbreaking technology to breathtaking immersions, this is a rollercoaster like no other. Ja, en dat baart me altijd een beetje zorgen. Als <laughs> int, <laughs> int, intermin Intamin en like no um, other. Groundbreaking en intermin. Ja. Nou, ja. hij breekt en hij zakt tot de grond. Dat zat er met in te Ja, maar dat is echt serieus. Dat zie je nu ja. ook weer met dat nieuwe waterding van ze in Bellewaer. Ja. Het is en, bij hun altijd hit of miss, hoor. En wat denk je met Dans Becabere? Nou, oh, gaat, uh, Ik hoop het niet voor de Efteling, maar dat wordt wel ingecalculeerd. Ik heb het, nieuws voor je. Die, ik zou niet de eerste dag naar de opening... Die gaat, die gaat gaan. niet open in oktober. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Zouden daar Efteling-fans voor de deur staan? Nu al? <laughs> nee. Op openingsdag? <laughs> ja, zeker. Oh, wat kregen we ook wat commentaar op, hè? Jij had mensen me een beetje... Ja, uh, <laughs> Slecht afgeschilderd. <laughs> Moeten we niet meer doen. Nee, nee, sorry. Ik had gezegd dat heel veel Efteling abonnementhouders... vaak met een geleidehond naar het park komen. Ja. En dat is natuurlijk niet waar. Sommigen gaan ook gewoon met Johnny de Mol op. Ja. Maar uh, een nieuwe achtbaan voor... Ja. Hollywood. Ja, maar ja we, we hadden we eigenlijk al. We hebben het al zo vaak ja. gezegd, we hebben die naam ook al. Het wordt, het, het wordt. Uh, mensen moeten het niet vergelijken Guardians met Guardians uh, of the Galaxy, maar dan buiten. Ja, een beetje spinning coaster-achtig. Uh, Controlled spinning. Je hebt in uh, Futuroscope heb je objectief Mars een, uh, een lanceer spinning achtbaan van Intamin. Die, uh, die. was er in brand gevlogen. Ja, die vorig jaar. <laughs> ja, is geen goede reclame. <laughs> maar ik denk dat we dat een beetje krijgen. Dat je de berg op wordt geschoten en dan in bochten dat die gecontroleerd een beetje drift effect gaat nabootsen. Ik denk wel heel een verbaan wordt in een hele gave setting. Ja. Maar Zijn er nog, sinds, goed, nog mensen die daaraan werken? Uh, daar werken mensen aan, ja. Ze hebben ook wat uh, stagiaires daar lopen. <laughs> ja, toevallig uh, is uh, vandaag, as we speak... Uh, een uh, nieuw straatentertainment daar geïntroduceerd. Een nieuw karakter, die heet Tim Burr... de construction intern. Oftewel, zoals wij in, uh, in, bij de Efteling hebben... Wij, Bouwmeester Big. Ja, maar hier is er dus een echt uh, een acteur. Uh, die staat daar in een hele uh, uh, ja, construction outfit... staat hij daar met knee pads, <laughs> helemaal klaar... En die staat daar een beetje ja, voor de deur, uh, vragen te beantwoorden over de bouw van de achtbaan. En dan geeft hij hele verkeerde antwoorden. En vraagt uh, vragen mensen: ja, hoe lang wordt de achtbaan? Ja, zegt hij, ik ben niet goed in nummers. Of ik heb heel klungelig en zo. Dus een beetje de. Zijn wel leuk, weet je dat is het is een de maar Ik vind de naam leuk Timber. Ja, 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 beter dan Bouwmeester maakt... Big. Ja, dat wel. En dit is dus een echt karakter. <laughs> ja, en als we dan toch in Hollywood blijven? Ja, ik neem ondertussen nog even een hapje. Ja, nee, is goed. Ryan Gosling die bezoekt de Fall Guy movie stuntacular. Dat is de pre-show van uh, hoe heet het? Nou, weet die show nou? Waterworld. Waterworld, ja. Vond het wel grappig die pre-show. Ik heb het zitten kijken online. Ja, ik weet niet. Ja, het is gewoon heel slim. Je gebruikt een parkshow ter promotie van je film. En als promotie van die parkshow heb je de echte acteur uit de film uh, die ja, meedeed. Ja, het is middag. verschrikkelijk meta. Ja, het is. Het ik is, moet uh, hem nog wel zien. Dat lijkt me wel echt een leuk film. Ja, ik, ik. Nooit, ik kan niet echt de hoogte krijgen van wat voor soort film dit is. Ja, ik weet dat het over steun gaat met zo'n lollige film. Maar... Ja, ik denk dat het makkelijker te begrijpen is als Argyle. <laughs> is daar een boek van? Ja, ja nou, die heb je weggegeven. Ja, en dit is het boek. Hè? Ja, dit, ja, dit, ja, ja, en nee, dit nee, is nee, het ja. boek. Heb Bruno ook nog wel eens gebeld? Nou ja, uh, nee, ik ja, denk dat dit, dat dit de, laatste, de, boek, de boek, laatste samenwerking is die nou, we met de Bruna alsnog hebben. Alsnog bedankt Bruna voor ja, deze samenwerking. Zeker, zeker. En uh, uh, gefeliciteerd aan de winnaar. <laughs> S. Ja, ook. Winnaar ook, ook. S. Ja, we hebben, we hebben verloot. Ja. Ja. Hij is echt weggegaan. Um, zullen we naar een andere staat gaan? Nou, dat lijkt me leuk. Andere staat van ontbinding. Een staat er: Everything's Bigger. Ja, yeah, It's Bigger in Texas. Uh, Universal Kids Resort gaat open. Er is een uh, datum gevallen. Althans, niet officieel, maar hij is wel gevallen. Mei 2026. Dus we krijgen dit jaar een nieuwe achtbaan in Hollywood en een gloednieuw. Kids Resort in 2026. Mm -hmm. uh, want er was een vergunningsaanvraag gedaan. Uh, voor een exacte datum van opening voor 15 mei 2026. Ja. Uh, die was ingediend door Universal uh, Creative en uh, Universal. Uh, Destinations, hoe heet die lange titel? Destinations, parks, teamed experiences en resorts. Ja, dat is een wat? heel lange titel. Die hadden een, uh, een uh, vergunningaanvraag ingediend en uh, op die vergunning was ook te lezen wat de totale ontwikkelingskosten waren. Daar stond een ander bedrag op, want er stond op 152 miljoen dollar. Ja, dat is eigenlijk uh, niks, nou, nee, daar krijg je net een plop zo in door van. Ja, want het hele resort zou 550 miljoen dollar gaan kosten. Dus ik denk dat die 152 miljoen dollar meer een beetje voor gemeentelijke ja infrastructuurachtige kosten zijn. ja dat soort dingen ja daar gaat 140 miljoen uh, de zak van de burgemeester in <laughs> ja, nou ja prima ja um, ja ik ja ik moet ja, zeggen ja, ik, dus, uh, ik vind ik ik, ik ik snap het maar ik ben nog steeds het is een Google naam ik, ja maar ik, ik, ja, Wat? ja ik, het project niet of de naam niet? nee ik snap het helemaal maar ik ben nog steeds niet dat ik nou uh... nee ik ga je niet een aparte ticket verboeken nee. dat uh, dat niet maar ik, ik denk het wel een heel slimme set is ik denk als dit resort goed staat, dat we de meerdere in de wereld van dit zien. Uh, zien een, een hele hele golf van dat soort parken over uh, ja, en ook naar Europa komen. Um, misschien dan dat er zo'n kids resort in de uh, UK. Ja, dat dan dan ook, een echt heen. resort in Spanje. Juist. Um. Hoe knows? Ja, ja want dan komen we zo direct Hoe knows? We Who knows? Naar, nou, we gaan naar de uh, sunny state, uh, the state. The sunshine. De sunshine state. The sunny state. De oh The sunshine state Orlando ja en mag jij mee beginnen droevig nieuws ja de weef is weg ja zet ja voor iedereen die wel eens naar Universal Orlando Resort is geweest die komt binnen over die parkeergarages je dan, staat eerst bij King Kong geparkeerd je bij King Kong geparkeerd <laughs> dan, uh, dan, 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 dan loop je naar binnen en dan heb je zo'n boos welcome to Universal Orlando Resort dan heb je aan de linkerhand heb je Bubba Gump shrimp company en dan had je rechts om het hoekje had je een surfshop ja super. niemand kent die winkel super random ja, ja. Nee, ja, je kon dan nog even je laatste gopro accessoires kopen. Oh ja, tuurlijk. Ja. ja, maar voor de rest, ja, ik ken weinig mensen die nog even snel een zwemboek aan. Dat je daar een Surfplank koopt, en met die Surfplank het park in de Ja, maar dat is ja. echt een Surfshop, heeft, ja. daar, heeft daar sinds opening volgens mij gezeten van ja. City uh, nou, Walk? Mijn eerste bezoek in 2000 uh, heb ik. Ja, zit ja. Hij heeft er 23 24 jaar gezeten. Ah, oh, dus, dat kan Ja, dus dat is echt wel lang. Maar die was een hele grote uh, golf voor de deur van Billabong. Ja, um, en dat was echt een fotospot. Iedereen die maakte daar een foto in. Dat, dat, dat is niet meer. Nee. Het is afgebakend. Het gaat ja, weg. Dat was een de beetje Cinnabon. Passé. Maar het was wel dacht... het was een beetje een oldschool influencer spotje. Ja, dus daar stond ja, iedereen zijn foto's van. Dat was te maken. een Instagram spot voordat er Instagram was. Kijk, kijk. Eigenlijk, ja. ja, ja. En daarnaast zat dan een uh, uh, Cinnabon. En ik heb dus wel gezien nu, want uh, er zijn nu steeds meer foto's van binnen. Dat er hingen zo'n van die plakaten binnen. Dat was dus de best lopende Cinnabon. Uh, uh, ja, van de VS. En ik denk daarmee ook van de wereld. Dat denk ik ook wel, ja. Want ze, ja, ze zitten natuurlijk ook wel door meer. Maar het is echt Amerikaans. Het is echt een Amerikaans ding, ja. ding. Ik denk niet dat Hoog Katerijnen morgen nee. uh, met die Award aan de Haal gaan. <laughs> dat, dat, <ja. laughs> maar, uh, Wist je trouwens dat de uh, meest bezochte Burger King. Uh, op Schiphol zit? Ja, nee, het is de ene na beste. Oh, is de ene ja, gewoon? Chicago, Was ja, Chicago is nummer één. Oh, zijn ze verslagen? Ja. Vond ik altijd zo grappig... dat Schiphol dan de drukste Burger King ter wereld heeft. Maar dat is het nummer twee. Ja, okay. die hebben zelfs... Die hebben, uh, ik heb het dat laatst laten vertellen door iemand... die hebben vier cooking stations... maar er zijn altijd drie in gebruik... en eentje wordt schoongemaakt. dat ze altijd, 24-7... kunnen wow. ze altijd doorgaan. Oké. Okay. Ja. Nee, 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 en is, nee, het is het ook 24-7 onvriendelijk uh, dat je mensen... Uh, zeker. Ja, ja, dat, ja. We, dat zit het concept ja. daarin. He? Ja, ja, zeker. Ja. Maar we gaan verder. Het gaat weer over vreten. Ja, ja, ja. De wevers is weg. Ja, ja de is, de is weg. En uh, ja, hopelijk voor iets, uh, voor iets moois. Ja. Ik, uh, het vermoeden is dat er een, een Mario Store voor terugkomt. Ja, want er komt natuurlijk ook een uh, Epic uh, Universe Preview Center. Preview Center. Nou, dat officieel nog niet. Officieel nog niet, maar, nog niet, maar uh, 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 alles wijst erop dat uh, dat er nu gaat komen. Dat gaan ze eerst openen. En ja, natuurlijk, met de tijd dat de Epic Universe open is, zal ook inderdaad ook weer een extra Mario. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal uitgevoerd. Dat wordt, uh, wordt echt ja. wordt zo uitgemolken. Of je Bella Bong uh, een zwembroek gaat kopen, of je kan allemaal merch verkopen van Mario. Ja, ja. de keuzes uh, snel gemaakt. Dat natuurlijk. denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hé, hey, we hebben. Ik, uh, heb, hebben wij nog een leuke vraag? We hebben nou, eigenlijk een vraag gemist net vorige keer. Hè? Ja, nee, die kwam best wel laat kwam die, kwam die binnen, maar ja. die was van onze vrienden van Team Talk. Nou, Thomas leuk... en Maries. Die hey, dan via een vraag. Via X. Uh, uh, reageerde. Dan kun je ons volgen. Het Uppelot podcast. Gaat ja. het ook doen. We hebben bijna 400 volgers, volgens mij. Nee, nee. bijna 800. Sorry. Hey, hebben we dat? Weet ik zou het niet eens weten. Zoiets. Oh, nou, okay. Kom bij ons leger ja. van, van minions. Volg ons. Dat is hartstikke leuk op X. Nicky die post de hele dag door allerlei dingen. En ja. als mijn belt goed weer bijgestort is, dan like ik altijd heel veel dingen. Ja, zeker. Dat zie ik altijd, ja. Maar uh, de vraag van, uh, van de jongens van Team Talk is: denken jullie dat Universal in Orlando op den duur een grotere bezoekersmagneet kan worden dan Disney? Mm, ik heb wel geroepen altijd van het kan ooit wel, maar ja, Disney blijft er wel en herenmeester, ondanks dat ze weinig in verhouding tot Universal weinig doen. Universal gaat wel hele grote stappen maken. En mensen gaan denk ik hun vakantie meer 50-50 doen. Dus de ene week Disney, ja. waar het voorheen twee weken Disney was... en één, twee dagen Universal. Dat gaat denk ik nu 50-50 worden. Nou, Je ziet, in je ziet steeds meer natuurlijk ja. dat mensen... Dingen, toevallig was mijn oom, uh, en die, die heeft geen advies gevraagd aan mij... Uh, die, was, uh, of die is nu in Amerika en die is een, een East Coast trip aan het maken. Die zijn begonnen in Orlando en die zijn nu langzaam omhoog aan het rijden naar New York... Die hebben in. Leuke trip? Ja, super, super gave trip uh, Washington en alles. Um, maar die hebben dus in Orlando één pretpark gedaan. Universal. Universal. Ja, grappig. Die hebben een wel. dagje geparkt hop tussen dingen. Want ja, die wilden echt die Harry Potter dingen doen. Dat was ja. uh, de reden om te gaan. Ja, Disney dat kenden ze wel vanuit, uh, vanuit Europa. Ze waren al in Parijs geweest. Dus dat hoeft dus niet. Maar die Harry Potter experience, dat moesten ze echt gaan, uh, gaan zien. Dus. En zo zijn er meer mensen, hoor, die dat doen. En het is natuurlijk ook wel, als je kijkt, park voor park, uh, Universal Studios en Islands of Adventure halen meer bezoekers dan uh, Animal Kingdom, dan Hollywood Studios of dan Epcot. Alleen Magic Kingdom blijft er ja, daar blijft zwaar bovenuit stijgen. Ja, ja. Kijk, normaal, wij zijn allebei enorme uh, uh, Disney-liefhebbers ook, en ik Zeker. wil alleen maar dat Disney het fantastisch goed ja. doet, want dat is ook voor Universal is dat fantastisch goed. Maar ja kan het een grote bezoekersaanvraag worden. Ik denk het niet, maar het heeft ook te maken dat ze hebben technisch gezien maar drie pretparken straks, drie themaparken. Uh, maar ja, weet je, hoe meer je hapje uit die taart kan nemen, hoe beter en hoe groter het wordt. Ja. En ze blijven in elk geval investeren. Dat kun je niet van elke pretpark. Uh, ...bedrijf zeggen. Nee. Dus op den duur... ...het, het zou kunnen theoretisch... ...maar in ja, praktijk het lijkt me denk ik... heel onwaarschijnlijk. Dat, uh, maar ze, het, het, ze gaan er inderdaad... ...een groot stuk van maar, de taak... Ja, denk nemen. ik denk wel dat mensen gaan dan... ...een paar dagen uh, Disney... Ja. ...en een paar dagen Universal bijvoorbeeld... ...en ja. een beetje combineren. Ja, ik denk echt wel dat dat, dat gaat gebeuren. Ja. ja. Nou, tof. Ja, en nu we toch uh, net... Uh, ...de wave voorbij zijn... Uh, ...lopen we Universal Studios Florida binnen... Ja, en er kwam een hele berg aan. Die kondigen niet één show aan. Nee, we doen er gelijk drie. Ja, ja maar ja. nog steeds geen shows in de, nieuwe, in de bestaande theaters. Hè? Dus het is allemaal weer op straat en op water. Ja. Maar, we've got drones. We've got drones. Ja, wil je daarmee beginnen? Ja, de, nou, laten we beginnen met de Universal Mega Movie Parade? Ja, vanaf 3 juli 2024 is er een uh, nieuwe straatparade. Nou, normaal heb ik nooit echt veel met parades. Ik zie ook vaak ook die is niet met nieuws naar buiten komen. Heb jij, heb jij affiniteit met parades? Ja, ik vind het altijd wel leuk. Dat breekt altijd even. Met maar dag. is dat bijvoorbeeld voor jou een trekker om naar een park te gaan? Stel Disney in Parijs komt met een nieuwe parade, is dat nee, voor jou een? Maar, nee, voor mij. Maar heel veel mensen hebben dat best ja, wel, hè? Ik, nou ja, ook ja, met shows kant, als, en als Disney morgen een nieuw, uh, nieuwe uh, ja, uh, macaron u... aankondigt, dan, uh, dan staan ze er ook. Dus, uh, hè? Ja. Onze labradors. <laughs> <laughs> maar, uh, maar, maar maar ja, ik weet niet. Ik, ik vind het altijd wel. Het breekt altijd wel mijn dag. En uh, zeker als er een nieuwe parade is, bijvoorbeeld in Disney, en ik ben er, dan ga ik wel echt even kijken. Maar het is niet de reden om heen te gaan. Nee. Maar een maar vijf dit meter is... hoge marshmallow Puffman. Ja, dit is wel een parade die in ons straatje ligt. Hé, hey, leuk in ons straatje ja, ligt. Zeker. Ja, maar dan rijdt hij door. Jurassic World, Gyrosphere. Ja, het Gyrus. staat helemaal in het thema van eigenlijk de, de klassieke de, de blockbusters. Hè. je benoemde net al Ghostbusters, E.T., Back to the Future, Jaws, Jurassic World, Minions, Sing en uh, Trolls en Kung Fu Panda. Ja, ze hebben gewoon al, alles wat meer dan een miljard opgeleverd, opgeleverd toe in de parade. Ja, dat is wel maar. Kiezen. Dat is wel makkelijk kiezen. Ja. Even zo'n lijstje. Uh, ja. Die, die, die. Dan mis ik er wel één. Uh, and Fury. Ja, die mis ja. je wel dat dat Ze gewoon heel snel voorbij rijden dat dat de parade ja, maar is. op zich zijn. Die auto's ik zou dat natuurlijk ja. prima doen. In een die parade. zou je gewoon nou, misschien zitten die er ook gewoon tussen? Dat zou kunnen, dat zou, dat kunnen. zou kunnen. Ja, het gaat om uh, 13 paradewagens en uh, meer dan 100 uh, acteurs en dansers. Uh, zoals je al zei, een vijf meter hoger Marshmallow Man van Ghostbusters. Ja, ja dit wordt heel gaaf. Ik denk die Jurassic World dat wordt gewoon één op één die float van is het Osaka of Singapore? Ja, Singapore, geloof ik. Ja, We Dat ze doen. met zo'n enorme T-Rex op zo'n float hebben staan en van die gyrosfeer ervoor hebben rijden. Ja. en Ja, ik denk dat dit ook grotendeels de kopie is van Singapore, want daar is natuurlijk. Uh... Vond ik een vet uitzien? Ja, ziet er vet uit. Maar toen ging ik nadenken: wat zijn eigenlijk bekende parades op dit moment in Orlando Universal? Hebben we zoiets voor gehad? Festival of Fantasy van uh, Disney? Nee, ik bedoel Universal. We hebben natuurlijk. Ja, die de Universal Superstar Parade met uh, Dora the Explorer, SpongeBob SquarePants. Uh, ja, maar het waren niet echt heel uitbundige paradewagens. Nee, nee dat viel wel tegen. Nee. Ik heb maar hier het met, gevoel met, dat met, ze met, wel een beetje de... Ja, maar met kerst doen ze bijvoorbeeld natuurlijk wel die enorme Macy's Parade. Dan hebben ze zo'n dus hele grote float ja. van, de, van de kerstman. Ja, je hebt natuurlijk ook met Mardi Gras heb je ook natuurlijk... Je ook die grote wagens. Ja, ja, ja dat wel, maar uh, in ieder geval tijdens het zomerseizoen gaat dit dan uh, het nieuwe ding worden vanaf uh, 3 juli. Toen kwam er ook nog ander nieuws van een nieuwe winkel. De Summer Tribute Store. Ja. En wat kun je daar kopen? Nou, alles wat met de Summer Tribute oftewel de Blockbusters... zijn. Tof merchandise, toch? Ja. Nou, hey, let op. Wat heb je? Nou, ik heb iets voor jou. Weer een snack. Nee, geen oh. snack. Kijk, hey, wacht. Wat heb je nou weer? Ga oh, ja. maar, maar even kijken. Ze heeft een open. heel klein sealbagje. Dat ga ik nu even openen. Hey, lekker ASMR, dit. Er zit een pin in. Even kijken. Ah, een. Uh, een DeLorean Een pin. DeLorean pin. Wat gaaf. Vet hè? Ja, dit is mijn tweede pin in mijn leven. Ik heb ooit een keertje een pin van het spookslot gekregen. En dit is mijn tweede pin. Oh, echt? Ja. Dat is toch leuk? Ja, heel tof. Nee, ik heb er nog een. Ik kan eentje weggeven. Oh, okay. maar heb je oh dat is een... dezelfde. Ja. Ik weet, die moet ik ook openmaken. Krijg <laughs> is dezelfde. Oh, we gaan een DeLorean pin weggeven. Dat is toch leuk? Ja. Heel tof. Ja. Ik weet niet hoe of wat, maar daar nee, komen maar dat we. Dat verzinnen we, we, we straks wel. Maar dat is toch leuk? Een, ja. een DeLorean pin. Leuk, leuk. Nou, wat een feest, jongens. Ja, hey. toch? Dat is net als ik jarig ben. <laughs> um, als je een is, dat nee. <laughs> nee, nee, ik kom terug. Ik was van de week jarig. Niet. Ja. Was ja. je van de week jarig? Ja, 1 mei. Niet. Ja, laten we zien wat voor vriend jij bent. Echt? Ja, <laughs> je echt... ben je... Ja. Nee, je was echt jarig. Ja. We hebben we het daar vorige keer over gehad? Nee. Ja. Weet ik niet eigenlijk. Nee. Was nee. je echt jaar? Ja. Nee. Ja. Kijk, achter je op de agenda. <laughs> Bij <Ben> de 1. <laughs> Nou, dat wist ik. Dit is voor je ja, ja, verjaardag. Ja, mooi. Dankjewel. Leuk ja. dat je aan me gedacht hebt. Nou, kijk, omdat hey, jij jarig was. Dus heb ik, kijk, ik krijg ik... een hamburger, kijk, een DeLorean pin. En kijk, heb, nou heb ik weer? een feestelijk koekje? Oh, je hebt zo'n Turks koekje. Oh, die, die zijn wel lekker. Wat is dit eigenlijk? Ik dacht voor je verjaardag. Oh. Want ik heb dit... natuurlijk wel onthouden dat je jarig was. Ja, we krijgen nu uh, twee, uh, hoe heet die hier, koekjes eigenlijk? Kletskoppen? Uh, nee. Uh. Droog. <laughs> Nou, we hebben twee droge koekjes gekregen. Nee, maar de Tribute Store is er weer uh, wel leuk. Hij is nog niet officieel open. Hij gaat natuurlijk binnenkort open. Maar ze hadden al wat leuke teasers gedaan. Hè. Achter de gordijntjes lag al een kapotte videoband. Uh, je zag uh, een, een klein eekhorentje. Verwijzing naar mm. Earl of the Scroll. Earl of the Al Allemaal dat soort leuke Easter eggs. Uh, ik vind ze echt superleuk dat dat team altijd die Easter eggs blijft doortrekken voor de echte fans. Want ja. het slaat nergens op. Ze doen het puur voor de fanbase. Want de gewone bezoeker die er langs loopt, die denkt ja. Wat ligt er nou voor oude videoband in de etalage? Etalage, stallage, bossage. Heel ja, wat lekkere woorden. Hè? Ja, ik moet een Ralph een keertje in de show hebben. Ja, zeker. Ja, Ralph een keertje opneemt. Um, we hebben een, uh, een derde show die aangekondigd is. En dat is jouw Dingen. Hier wil jij even los op gaan. Sensational. Ik dacht eens dat het sensational is, maar het is natuurlijk Amerikaans. Ja. Sensational, symphonic, spectacular. Ja, vanaf 14 juni 2024. Een gloednieuwe show. Ja, maar even serieus, even ter vergelijking. Hè? Disneyland Parijs heeft een drone-show met 500 drones. Ik denk 497, als je die drie uh, even aftrekt, die dan op zo'n dak liggen ergens daar of op die carousel uh, landen elke keer. Aquanura, grote show, hè, kent iedereen. Heb je overigens betaald voor deze koekjes? Ja, ze echt. Ze niet te knagen. Zo. <laughs> nou. Ja, en maar Aquanura, grote show, kent iedereen, 193 fonteintjes. Ja. Universal met de Sensational Symphonic Spectacular, 228 fonteinen, 4K projection mapping en 600 drones. Ja, dus gewoon Aquanura met drones erboven, midden in University of Florida. Hoe vet. Dat moet wel een vette show zijn. Dat moet heel vet worden, ja. Dat wordt echt vet. Ja, er wordt uh, ook nieuwe muziek ingespeeld. Alle klassiekers van uh, uh, Harry Potter, uh, Jurassic World, Jaws, Shrek, Ghostbusters, Strolls, Back to the Future, Universal Monsters, Transformers, How to Train Your Dragon, E.T., Fast and the Furious, Super Mario Movie, The Mummy en King Kong. Ik vind het vet dat de Mummy trouwens er dus zit. Mm -hmm. De mooie muziek van Jerry Goldsmith. Oh. Ik ben heel erg... Opnieuw ingespeeld en uh, ja, we, we, we zullen ik denk ook projecties zien op de gebouwen natuurlijk in het San Francisco gebied. Ja. Waarschijnlijk op wat waterval effecten. Denk die ik wel, met ja. uh, hoe noem je dat zo'n fontein? Een ja, zo zo nevel fontein, ja, ja. misfontein. Uh, met drones erboven. En uh, natuurlijk 228 van die uh, fonteinen. Ja, dat, uh, dat is wel een geweldige show. Goede toevoeging. En heel veel Disney fans, waren uh, een beetje teleurgesteld dat Disney in Orlando geen drones heeft. En Universal wel. Nou, Disney Springs heeft nu drones. Ja, maar in een park. Nee. wilt in nee, een park. Nee. Nee. Dus, hey, uh, en, uh, maar is het zeker dat Dronisos, het bedrijf het ook prijs doet, ook hier achter zit? We hebben dat wel, ze hebben een vestiging geopend in Orlando, ja. maar doen deze ook? Kunnen ze verbellen? Ja. Laten we dat gewoon een keer doen, ja. Ja, laten we dat een keer doen. Ja. Ja. Hey, en als laatste, nou ja, wist eigenlijk ook natuurlijk dat het kwam. Het Land vanaf 14 juni. Dus het wordt, het wordt druk, mid juni. Uh, uh, nou, we weten het al, maat crack en splash in een swamp. Scream with laughter on the Troller coaster and learn kung fu with Po. Ik moet wel zeggen, ik vind dat dat trollengebied, sommige dingen zijn heel leuk en heel mooi, sommige dingen zijn echt spuuglelijk. Nou, ik, ik vind ja. dat kung fu panda-gebied, dus Als je kijkt de concept art, denk ik, oh, dat is nog wel grappig. Ja, het, het, het zijn platte façades. Ja, het is, het is echt. Deze uitbreiding de DreamWorks Land in als idee top. Walt dus uit... Disney Studios Park zouden ze nog zeggen. Nou, jongens, kom op, zeg. Maar nee, er is even wat van. Het ziet er niet uit. Nee. we moeten het echt even afzien. Maar zelfs een artwork wordt niet weggeblazen. Wel een hoop groen. Ik denk Gelukkig dat dat wel, wel super ja, voor zijn. kleine voor kids natuurlijk. Om, uh, om even lekker te spelen. Ja. Het, het is allemaal een beetje speeltuinniveau. Maar het, het ziet er niet uit. Het niveau wat Universal in de, hun huidige parken aan het bouwen is. Dus is dit een beetje een mm. Mm. ja, mm. maar. Voor de mensen die het is wel slim dat ze dit echt allemaal nu doen. Want we hebben het toen over gehad van dat heel veel mensen misschien wachten tot Epic Universe open gaat. 2024 is nog steeds een topjaar om naar Universal Studios, Hollywood of uh, Orlando ja, te gaan. Ja, 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 100%. Er 100%. is echt wel voldoende te doen. Meer dan voldoende te doen. Ja, en uh, iets verderop uh, zijn er al twee nieuwe tenten gebouwd. Dan denk je nou super belangrijk. Twee gigantische tenten staan achter uh, Men in Black daar in het gebied. Uh, die worden al voor Halloween Horror Nights opgebouwd. Dat ja. gaat al beginnen. We zijn al halfway Halloween, hè? zeggen ze dat toch? Ja, eh, officieel was dat van de week. Hè? In mijn optiek is het gewoon 30 april. Maar ja, goed, als je een aantal dagen gaat doorrekenen, is het geloof ik 5 of 6 mei. Eh, dat het eh, echt halfway to Halloween is. Maar ja. Eh, eh, het is nog 30 augustus, gaat de eerste? Uh, ja, klopt. 30 augustus is de eerste avond, dus ja, weet je, je moet ook een beetje haast maken. Die sets die zijn natuurlijk enorm groot, het moet er allemaal in. Ik opende van de week Instagram en er kwam in één keer een hele gillige advertentie in beeld. Met allemaal skeletten en best wel heftige beelden. Dat was van Universal Studios Singapore. Die waren op zoek naar nieuwe acteurs voor een Halloween event. Oh? Maar echt hele heftige beelden. Toen ik dacht van, oh, dit moet een kind nu niet openen. Dat stond er: We're looking for actors. Gewoon op het officiële kanaal. Maar misschien dat ze jou gewoon uh, specifiek targeten. En dan ik, ja. kunnen ze besparen op smink. Dat, uh, dat klopt, ja. ja. En jij met die sperenjurts die je aan hebt. Er redt helemaal iedereen weg. Nou, vind je hem echt niet leuk? Nee, ik vind hem afschuwelijk. Echt? niet? Ja. ik vind hem echt tof. Het is alsof ik naar een dekbed kijk. van een kind van, van twee. <laughs> Uh. Uh, in uh, het New York gedeelte van University of Florida, uh, daar zijn de Secret Life of Pets figuren gesignaleerd. En op uh, bijzondere plekken. Ja, in de New York area. Ja, achter de ramen. <laughs> ja, dat klinkt een beetje raar, maar... Ja, die, hond, die hondjes moesten ja. zichzelf terugverdienen. Waren ze bewegend of waren het gewoon straks? beelden? Nee, het beelden? zijn volgens mij die, uh, die poppen die in de parade zaten. Zo er zo'n Secret Life of Pets float ook. Er zaten een paar van die poppen erop voor mij hebben ze gewoon die poppen eraf geschroefd en achter een raam gezet. Ah, op zo niet. Ja, zouden die wagen natuurlijk nodig voor de nieuwpraten. Ja, <laughs> ja, 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 daarom. Ja. Maar er uh, weer wat kleine easter eggs in het gebied. Ja, en recent bespraken. Voor mij mogen ze gewoon morgen Transformers gewoon dichtgooien. En dan die hele façade van dat uh, Secret Life of Pets eromheen gooien. Of het ritssysteem op behalve Transformers en dan Secret Life of Pets. Ook prima, maakt mij <laughs> niet een uit. Zo'n hele heftige ja, ride. Ja. <laughs> nee, maar dat, is, dat gebouw ja. is, is perfect gemaakt. Ja, ik denk zeker groot genoeg is. Ja. Dus voor mij hoeft Transformers niet te blijven. Ik ben er niet... Uh... Nee, het is een hele rare plek. Die ja, ziet actoren. er niet uit. Ja. Uh, wat er ook niet uitziet, is de Hollywood Rip Ride Rocket. We hebben er laatst een uh, special over gedaan. En, en een paar nieuwsafleveringen geleden zeiden we al van... Ja, de geruchten zijn dat die weggaat. En die worden steeds sterker dat die echt weggaat in 2025. Ja. Dus sloopkogel erin. Ja, weg ermee. Ja, en uh, wij kregen een vraag van een luisteraar. Ik zal hem er even bij pakken. Die was van uh, Tokke Jacobs. Ja. Uh, welk soort coaster moet uh, deze achtbaan vervangen? Heel Hollywood Rip Ride -right Rocket. Ja, ja. Aan de ene kant kun je afvragen: moet het echt een coaster zijn? Nee, maar stel dat het een coaster wordt. Mm, ja, ik zou het dan leuk vinden als we in dat, dat minions-thema een soort nep uh, 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 super silly fun coaster, ja. dus een beetje het idee van een houten achtbaan, maar dan uh, net ja. zoals in, in Pixar Pier, weet je wel? Juist. Ja. Dat ik, daar ik, moet echt een goede, goede familieachtbaan familie achtbaan moeten komen. Daar moet geen verlasse coaster achtbaan komen met lancering. Al mis je die ja. wel in, uh, in Universal Studios? Ja, maar je hebt de deur ernaast natuurlijk. Heb je, je verlasse coaster en allemaal krachtige... Je zit nu in het goede Illumination-achtige gebied. Hè? Ja. Ik zou gewoon een leuke familie Vekoma... Of Jimmy Internet Fallon gebruiken. mogen ze maar ook eruit halen. Heeft ja, wel voor Secret Life of Pets. Eigenlijk mag alles, ja. alleen ja, de Mummy niet. Dat zou wel een goed gebouwd zijn trouwens. Ja Leuk, toch? Uh, ja, dat is een goede. Uh, dan kun je ook op de begane grond. Ja. Kun je dan die, die was al op een hoek eigenlijk? Wat eigenlijk ook de, de attractie is in uh, Hollywood. Hij was in, uh, in Orlando, he? Jimmy Ja, Jij ja, ja, stuurde door. Ik zeg, waar ik naar te kijken? Maar Jimmy Fallon was in uh, University of Hollywood. Maar een heel groot, met heel groot filmkeur. Ik hoopte al dat hij de aankondiging zou doen van zijn attractie. Dat het nu de laatste kans is om, om uh, hem te krijgen. <laughs> ja, ja. Uh, yeah. yeah. Is niet jouw vriend hè? Nee, niet meer. Nee. Nou ja, als er iemand nep is, is hij het al. Ja, maakt ze niet uit, het hoort er een beetje bij. Ja, um, nu we het toch over de Illumination Avenue hebben... Mm -hmm. uh, daar was een heel mooi groot bord geïnstalleerd... dat we zeiden van, oh, de schilders zijn weg... Uh, maar ze zijn weer teruggekomen, want ze hebben wat Sing-characters erbij kunnen schilderen. <laughs> ja, dat is nog niet I af. I wat, wat is dat, dat nou weer iets raars? <laughs> ja, nu Gaat nu al daar af, elke nu maand gewoon één iemand een stijger op? Die tekent wat, stijger afbreken. Ik kom volgende maand wel weer terug. Ja, dat ja, dat die hij nog dat... ergens anders een klusje hebt. Ja, ja die, die is flexibel. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, maar je, je, iedere keer als jij zegt dat het is lelijk is, dan, dan voegen ze iets toe. Ja, ja dus blijf lelijk. Nee, maar wat uh, rare. Ja. ja, maar het zag nu wel dat het helemaal uitgelicht is. Ik heb wel het idee dat het nu klaar is. Ja, ja, oké. Okay. Ja, het is niet mooi. Nee, het is ja. niet mooi. Illumination, af en toe lichten die letters op Minion. Ja, dat ja. is wel leuk. leuke gimmick. Ja, maar grappig. In feite ook weer weer kleine letters voor het gebied waar het hangt. Ja, ja, ja nee, ja, ja. Ja, voor, voor mij is het niet hoeven doen. Ja, een, een, een ander klein dingetje nog, dat studie uit door. Dat vond jij leuk? Schwab's pharmacy met uh, de Coca-Cola Float bedoel je? Ja, ja, ik hou ervan. Ik ben ja, groot echt. fan van Coca-Cola. Nou, en snacks en dingen. Wat je heel vaak op TikTok voorbij ziet komen... is uh, volgens mij uh, Swaps in New York. Die er ook zit. Waar ze nog die oude Coca-Cola maken. Hoe heet die zaak? Daar ze... ik, die hebben ze echt nog met die... Met, uh... met een pompje doen ze ja, siroop erin, ja, erin. En dan gaat soda erin. Dat is echt. En met een roerstaafje ja, maken ze echte. daar de echte Coca-Cola. Ja, van. dat wil 100... ik. Ja, dat vind ik geweldig. Dat wil ik. En dan doen ze ook nog een schep vanilie-ijs oh, ja. <laughs> ja. Gaan we nu? Ja, lijkt me het is. Maar uh, wat was er nu dan bij Swaps? Ja, ook weer zo super random. Coca-Cola bestaat 138 jaar. Ja, het lijkt in Parijs wel ja. met uh, al die gekke verjaardagen. En daarom gaan we iets vieren. Ja, wacht dan een paar jaar. Maar ja, ja leuk. Maar dat gaan ze dus doen. Speciale floats. Lekker. Maar ja, ik vind, gewoon, ik vind het leuk. Ik vind het een leuk tentje. En ik, ik, ja, ik ben groot fan van Het past van wel goed bij het image van het oude Coca-Cola. Ja, daarom. Ja, het dat super tof. Ja. Hé, hey, als we naar de Islands of Adventure gaan. Ja, weer nieuws. Ja, Mariah Carey. Nou, <laughs> oh, je wil je eerst oppakken? Ja, ik denk laten we beginnen met ja, belangrij ja, ja. belangrijke belangrijkste uh, Ja, Mariah Carey, de zangeres, was in, uh, in Islands of Adventure op bezoek. En die zat in de Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Ja, uh, wat normaal gesproken heeft, zij uh, dansers nodig op de achtergrond om de illusie van beweging te, uh, ja. te, te, te wekken. Maar nu zat zij... Uh, zat op, ze in een achtbaan. Ja, zij zat op de motor en haar uh, stylist slash assistent uh, zat naast haar in het zijspan... En toen de, de achtbaan in het remgedeelte kwam, ging, trok hij een kam uit Het ging heel gaar. Al zittend op de remsectie, haar haar komen Want, Ik zag ja, een soort stijltang of zo dat hij mee heeft. Ik denk wat heeft die gast nou zijn karretjes? Ja, zitten? maar überhaupt... mag je. Dan, mag je telefoon niet meenemen. Nee, je mag niks mee. En hij heeft gewoon een hele, zijn hele styling set. Uh, ja, echt typisch Mariah Carey. Maar iedereen uh, fotografeerde het dat dat gebeurde. Het ging naar TMZ. En het gaat weer de hele wereld rond. Ja, het is goede reclame. Goede reclame weer. Mariah ja. Carey zat in je achtbaan. Ja. ja, hartstikke leuk. Maar toen zag je ook allemaal foto's, hadden meer zo compilaties eronder. Ja. Was waar vroeger, ze al geweest? Vroeger, is. echt een knappe vrouw. Ja, zeker, zeker. Goede zangeres, ja. goede nummers. Uh, was echt een mooie vrouw. Ja, ja. maar uh, ze is vaker in Universal ja. geweest, hè? In andere achtbanen. en Je zag allemaal foto's uit Six Flags. Ze gaat eigenlijk al. Oh echt? Parken langs? Ja. ja. ze heeft toch 26 kinderen met die. Uh... <laughs> ja, die moet elk jaar naar het Parken ja. toe. Ja. Yeah. <laughs> Mooi. Uh, maar er werd natuurlijk er werd natuurlijk nieuws aangekondigd: Hogwarts Always, een nieuwe show. Ja. Vanaf 14 juni 2024. Ja, ja, het, een, ja, een grote projection, een uh, mapping show met wat vuurwerk. Die zijn eigenlijk ze, elk jaar hebben ze wel hebben. Elk jaar, maar die is weer opgefrist, denk ik. Met ja, het, meer, het gaat meer over de, de reis naar Hogwarts toe, volgens mij. Ja, leuk. Maar, ja. Ja. Kijk, als je twee avonden gaat... dan ga je de ene avond ga je de, de Sensational uh, Symphonic Spectacular kijken... en de andere avond ga je dit kijken. Ja. Voor de mensen die uh, in dat park moeten blijven, hebben ze daar een showtje. Ja, ja. Maar we gaan nu naar het echte werk. We gaan een deur verder naar uh, de derde gate. Het epische, epische universum. universum. Ja, we hebben weer een muntje erbij en de toren, in jouw influencer toren die jij niet hebt. Maar even weer, hè. Wat zei ik? Welk land zou er worden aangekondigd? Ja, je had gelijk. Je had gelijk. Super Nintendo Worlds aangekondigd. Dus. En dit was nieuws waarvan niemand wat gepost heeft, want iedereen wist al wat voor nieuws dit was. Ja, ja. Maar ja. er was één feitje. Wat iedereen uitlichtte. Uh, uh, no die... screens? Oh, ik wou hem nog even laten teasen. Oh, sorry. Ja, maar... Nou ja, gooi maar maar uit. No ja. screens? Ja, er kwam een promo naar buiten waarin uh, alle attracties werden aangekondigd die we natuurlijk al wisten. Uh, Mario Kart Bowser's Challenge, uh, Yoshi's Adventure en Minecart Madness. En er werd gezegd, uh, um, <laughs> no screens in this ride. Wel mooi dat ze dat al extra benoemen. Ja, het is ook niet goed hè, dat je dat iedere keer erbij moet zeggen. Maar. Dat niet, maar je ziet wel dat Universal de goede kant op is om dat soort dingen ook los te laten. Zeker. Want je kan heel makkelijk daar binnen. Maar gaan we dan animatronics zien? Gaan we statische beelden zien? Want je gaat daar naartoe. In de Times zag je al een animatronic? Ja, maar dat zou misschien een beetje een wachtreis zijn. Maar... Kijk, weet eens, wij hebben eh, jaren geleden een podcast opgenomen met iemand die betrokken is bij dit project. Ja, klopt. Er was bij dit project ja. en die kon toen helemaal niks bevestigen, nog ontkennen. En toen zeiden wij al allerlei dingen over animatronics en dergelijke. En dat alles wat wij toen zeiden, zie je nu. Ja, dat is wel zo, ja. En dat het veel groen wordt, wat wordt wel. Je zag nu ook de animatiebeelden vanuit het park, wat ja. we nog niet bij Hongkong of bij uh, Japan Japan hebben kunnen zien. Japan. Nee, Japan. Heb, je, <laughs> heb jij op cursus geweest? Ja, ik ben. Uh... Ik kom er net vandaan. Nee, maar dat, dit wordt echt een groen gebied. Dus niet echt uh, met plastic planten. Nee, gewoon hier worden echte planten grotendeels geplaatst. Uh, Ook oh, we hebben een echte waterval hier. Ja, ja. Ik vind dat die rook uit die mond in, uh, in Japan vind ik niet echt. Uh... Nee, daar, moet, uh, daar doen ze het met rooknevel. En hier wordt het een echte waterval. Ja, mooi. En wat ik leuk vond, is dat Minecraft Madness een minimale lengte heeft van 90 centimeter. Ja, dat vond ik opvallend. Dus kinderen vanaf een jaar of drie, mijn dochter zou eigenlijk al in deze acht. Uh, Owen van en, mij is 11 maanden. Die zit al boven de 80 centimeter. Nou, die kan je binnenkort meenemen. onder die, de hij begeleiding. Kan, Ja, hij kan, hij kan er niet lopen, maar ik kan wel een achtbaan. Maar het is best een pittig familieachtbaantje. Dat ja, lijkt mij wel. Ik, het, ik was zo verrast, 90 ja, centimeter. Ik denk, oké, okay, dat, uh, dat is. Uh, ja, dus, wel, wel goed, natuurlijk. Hier, hier, dat je dat in het aanbod hebt. Nou, hij gaat best wel hoog. Dat ook, maar het zou best wel uh, scherpe, scherpe bochten. En, en snel. Uh, ja. Ja, viel, viel me op dat dat... Uh... Ja? Uh, daarnaast zijn ook uh, de horeca aangekondigd, uh, Toodstoelcafé, Yoshi's Snack Island en een, een nieuwe volgens mij, uh, Turbo Boost Treats. Goeie naam ook. Treats. Ja. Kan, kan je daar echt van die, van die zoete uh, uh, snackjes krijgen en zo? Uh, iets met banaansmaak, denk ik. Oh, maar niet echt zoet of zo met... Uh... Ik zat te denken. Oh nee, weer wat bij hem. Oh, dat was het bruggetje. Oh, hij ik baklava meegenomen. Eh, baklava. Lava is een level in Mario. Ja, nee, ja, nee ik, vind, ik vind de lengte... Ja. En het ga... zit in een bak, dus je hebt een baklava mee. Hé. Hey, nou. Hé? Hey, jongen, jongen, jongen. Och, lekker, leuk. leuk lekker. Net voor het slapen. Baklava in je mik. Is dat niet goed? Ja, heerlijk. Het is van die bakker hier tegenover. Ja. Die oh. gore droge koekjes ook. <laughs> dus, ja. Mijn hoop voor dit is een stuk gekeld. <laughs> oh, Um, we gaan even naar het donkere gedeelte van Epic Universe. Want dat was het eigenlijk voor Super Nintendo World. Ja, niks spannends. We hoeven er niet lang. Uh, we hebben dit allemaal opnieuw al, al lang uh, kunnen volgen en kunnen doen. We gaan naar Dark Universe. En de uh, Curse of the Werewolf uh, achtbaan. Die test al een tijdje. Past het? Ik zie jou gewoon een heel bak lava van jouw Mick. <laughs> jij kan nu niks zeggen. Nee, nee, nee. Dan ga ik wel even verder. Uh, daar wordt nu getest met twee treinen tegelijk op de trek. En het is al een vrij kleine trek. Mm -hmm. Dat je al denkt van, oh, ga je daar twee treinen tegelijk op? Maar als de andere uit de lan tweede lancering is, gaat de andere al de baan op. Dat vind ik uh, ja, ja, voor de capaciteit goed. Ja, maar het goed bloksecties. Ja, maar toch. Het blijft geen spannende trek, maar... Uh, het lijkt me wel, denk ik, de leukste achtbaan. Ja, denk je echt? Welke? Uh, sorry, we hadden het over die draak. Oh nee, sorry, we hadden het over Darkmoor. Ja, ik zou helemaal niet op te letten. Nee, zit... Je, je zit weer baklava in je te houden. Je <laughs> luistert gewoon totaal niet naar deze show. Mm, nee, die Curse of the Werewolf. Ja. Nee, ja, dat lijkt me geen hol aan. <laughs> oh, wat een slechte show is dit. Oh. <laughs> Ik dacht dat we die draken dingen hadden. Nee, die zijn wel leuk. Maar daar komen we zo bij. Uh, en nog een ander dingetje. dat nee. had jij ook een beetje commentaar op Dat het te klein was, hè? De Burning Blade Tavern. Uh, het, de brandende molen. Van, uh, van de Frankenstein film? Ja, maar even serieus. Als je Zij kijkt naar een, een van... Hollandse molen met van die grote mooie wieken. Ja. Eh, en dan, dit moet dan een soort Duitse variant daarvan zijn. Oost-Europese variant. Waarom zitten daar van die miniatuurwiekjes op? Dit lijkt een ventilator voor kinderen. Ja, 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 maar ik denk als dat, mocht dat ooit in brand gaan, die wieken. Dat is wel een vet effect hoor, als dat draait. Ja dat de eerste twee weken waarschijnlijk wel. Ja, daarna gaat de gasrekening. En dan over weer. over 15 jaar dan zeggen ze hey, we brengen de brandende wieken ja. weer terug. <laughs> Bring the burning blade back. Ja ja, ja ja ja. Mooi. Nu mag je wel over je banen praten want we gaan nu naar How to train your dragon Isle of Burg. Ja, nou, daar ben ik weer. Uh, ja, want de eerste draken is in een decor. Dat vind ik ook wel weer opvallend want de, de helft van dat decor is nog niet afgewerkt, niet geschilderd en er zitten er van die gekleurde draken zitten er al in. Ja, ze zullen het allemaal wel goed bedacht hebben of zo, dat projectmanagement team. Ik vind het nogal random allemaal. Niet? Heb jij dat niet? Wat is Heb je je mond vol? het is vervelend hè, als iemand je dan zo voor het blok zet. Maar goed. hey en in de uh, eerste lancering van Hiccup's Wing Gliders zit Hiccup ook daadwerkelijk. Een animatronic. En je zag al een animatronic van... Nou, of een animatronic of een static figure is, maar... Ja. Van uh, Toetlus. Van ja, uh, Tandoos. Van draak. Ja. Ja. ja, maar die Hiccup ook, die was al helemaal uit het plastic. Die stond er al. Maar die... Ja, hij zit... Een soort crank doet hij. hij ja, hij heeft... zit met zijn handen zit hij aan een... Aan een, uh, aan een hoe zeg je dat? Aan een uh, ja, Het idee is dat, 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 dat Toothless, die, die zwarte draak van How To Train Your die is jaloers. En Hiccup heeft een soort, soort apparaat gebouwd waarmee wij het gevoel van vliegen kunnen ervaren. En dat moet hij opwinden. En het verhaal is eigenlijk je moet het dat... eigenlijk een beetje zien als, dat, uh, als het mannetje bij de spoorwegovergang voor de traptreintje staat. Ja, bij bij ja, de ja, die... die zo draait aan dat ding. Exact. Dat hebben ze nu ook. Dus je, je staat een je achtbaan, dan gaat hij draaien. Dus hij, hij wint als het ware de baan op en daardoor schiet je ja, weg. Ja, het is een opwindende baan. Ja. Heel opwindend. Um, maar uh, het idee is dus dat, dat hij wil dat gaan opwinden. En op dat moment wordt tootless, wordt eigenlijk een beetje jaloers erop. En die geeft een zieper een en die zorgt ervoor dat het treintje in één keer gaat wegvliegen. Ja. En daardoor ja. blijft hij ook redelijk laag, want ja, we komen niet echt van de grond af, want ja, echt nee. vliegen is voor draken. Maar ik denk wel, he, dit is echt een toffe baan. Ja. Deze baan wil ik. En echt daar gaan. zit ook een tweede lounge. Dus daar heb je ook die bloksecties. Lounge. Ik hoor heel vaak ook een andere podcast lounge zeggen. Maar een lounge, dat is een plek waar je kan ontspannen. Ja, dat moet ik zeggen. Iemand die heel slecht ik, in de taal gaat. Ik kan net zeggen, heb jij een maar gehad? Heel veel mensen hadden altijd lounge. En weer een nee, bonnetje lunch. van de LOE, Dan heb je dat ja. gedeclareerd via de ja. podcast. Lounge is waar je zit en ruimte. En een lounge is een lancering. Okay. Ja? nou goed hoor die Jean get ready for the loud <laughs> oh die moeten die Jean een keer in de uitzending je heeft allemaal verhalen over Universal ja? waar maar die nooit is geweest maar als hij het vertelt dan, dan komt is het waar het. allemaal ja, ja leuk gaan we doen ja. hey, um, wat vond je van die bergen ja die bergen natuurlijk uh, bovenop uh, de meethal. Hall. indrukwekkend hoor ja en hebben ze helemaal bovenop de punt van die berg, die al 40 meter hoog is, hebben ze een, een huisje gebouwd, een ja. hutje. En heel, of heel gedetailleerd. Wat niemand ziet vanaf die afstand natuurlijk. Maar eigenlijk moet je het zien bovenop Goliath qua hoogte. En Daarboven zit een klein hutje. Ja, in Goliath is net wel een mooi gehad nou, met uh, die hoogte. Die is, hoogte die, ja. is die berg. Uh, ja, dat is echt een goede, goede winnie van, uh, van het gebied. Zeker. Heel ja. indrukwekkend als je die poordenk onderdoor komt. Je ziet die twee beelden: dat water, die acht langs komen. En in de verte zie je die, die berg met draken eromheen. En dan ja. zie je rechts een, een lelijk theater met een geschilderde bomen erop. Ja, dat doet je nog steeds pijn. Hè? Ja, dat snap ik echt niet. Ja. Je gooit godverdomme 5,5 miljard hier tegenaan. <laughs> ja, kan jou ja. niet die, dat miljoen nog schelen voor die extra rotswerk? Ja, eigenlijk zouden ze het theater moeten afbranden. Want daarnaast hebben we Fire Drill waarmee het kan blussen. <laughs> ja, mooi linkie. Ja, de, de botenattractie, de interactieve uh, waterride van Makkereids. Uh, de boten liggen er al in, plastic is er al af. Oh, dit gaat over een jaar pas open. Dit gaat toch allemaal verkleuren al? Ja, Met die ja soort... zeker in Florida, ja. Maar ook wat je net zei. Maar Het is een oh, beetje Wikiland op Anabolen. Ja, maar die draken die ook in dat decor al hangen. die zijn ook helemaal uit het plastic al. Nou, je weet dat soort dingen. dat wordt heel snel mat, en lelijk. Dus met de tijd dat het park open gaat. Ja, ongelooflijk dat dit allemaal zo snel. Uh, ja, ik, ik snap uit, niks. Hè? Nee, maar uh, de boten liggen al op de baan. Dus je zou kunnen instappen en al uh, kunnen uh, fire drillen. Ja, nou, dat laten we het doen. Hé, hey, en als we dan uh, nog even uh, bij Harry Potter kijken. Ja, daar is een tent geplaatst. We hadden het al een tijdje geleden over dat die uh, circus tent. Die circus -tent. Uh, maar die, die is groter dan ik had gedacht. Want hij neemt best wel groot deel van eigenlijk dat, dat klein, kruispunt man. op. Ja. Uh, en hij staat natuurlijk. Kan je naam, tegen... als je binnenkomt, dan lijkt hij nog groter. Uh, ja, want hij staat natuurlijk tegen het gebouw aan, waardoor je door de circus tent daarna het gebouw in kan. Want erachter zitten. Uh, een een theater. echt circus. Het echte circus. Maar uh, nu, nu die stallage meer omhoog gaat, denk ik, om. Oh, dit is best wel voor in het straatbeeld daar een flinke tent. Ja, maar sowieso is het een enorme set eigenlijk. Ja, het hele dit, is gigantisch. Uh, ik denk je daar al uren kan rondlopen en elke decorstukken. Maar daar ook alle uh, wanden al waar alles beschilderd is. Alles staat al in feite klaar, alsof ze morgen open gaan. Ja, nou uh, is het wel zo dat ze hebben nog maar twaalf maanden. Ja, dus ja, 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 ja. mooi. Hoor. En van de winter gaat het nog een keer allemaal overstromen of van, de, van het najaar en dan komt nog een keer een to oh. tornado overheen. Ja, die heb je ook nog, ja. We gaan het zien. Hey, en als laatste een, een nieuw trademark. Ja, daar kwam uh, Liesje Stellen mee. Er is een, een nieuw trademark uh, gedeponeerd: Stardust Racers. Nou hebben wij natuurlijk Starfall Racers, de dubbele lanceerachtbaan van Mac. Uh, wat vond je trouwens van Voltron, Europa Park? Weet je het eerlijk weten? Oh, ja? ja en, ik ben niet in geweest, hè. Hmm? Um, maar als ik het zie, doet me niks. Nee. Nee. Echt mij een pittig baantje. Ik vind het misschien nou, het doet, doet me echt helemaal niks. Ik vind het, eh, En normaal, als ik, ik heb hem nog niet gereden, dus ik kan niet helemaal... Maar oh, zeg helemaal je op dit basis... omdat je niet bent uitgenodigd voor de opening? Oh nee, nee dat oh. boeit me niet zoveel. Maar uh, het is tering aan het rijden. Ja. Ja, dus dat nou ja, vind ik dan ook weer niet... Uh, dan ga ik liever naar Hellendoorn. Ja. Uh, een rondje in de ridderstrijd. In de, rondje in de, de, de ridderstrijd. <laughs> ja, Ik kon niet naar Volt, want ik moest naar Ridderstrijd. <laughs> nee, nee, nee. Maar weet je wat ik gewoon vind met, met uh, Europa Park? Is, ik vind het een enorm overschat park. Ik vind, het, ik vind het een hoop kitsch. Ja, ik, vind, ik vind ja, het 9 van park. de 10 attracties bouwden. Het heeft, zit geen ziel, zit helemaal niks in. Het is veel, maar het is eigenlijk niks. Het is, het is een beetje een McDonald's. Als je, je hebt er hartstikke veel trek in. En als je het dan gehad hebt, dan denk je: ja, me hmm, ja, nou vies eigenlijk. En dik. Ik vind die wachtrij wel mooi voor europapark begrippen ja vet, maar als weer een statische stroom een... ja fantastisch ook. Maar dan, dan heb je die lanceren maar dan ga je halverwege de personeelsparkeerplaats. Je ziet de loods van de technische dienst ja ja, ja nogmaals ja, het, het is misschien allemaal ja, te snel ja, nog gebouwd ja, ja, dat ja, is met europapark ja. altijd die bouwen te snel ja, dat kan ook ja, waardoor ze ja, let, ja, sorry maar. ik ik ga veel liever naar fantasieland ik vind fantasieland vind ik dat daar zit veel meer ziel in voor mij uh, zeker uh, met met de ontwerpen van uh, van erik uh, dan Dam, ja. ja echt dat heeft voor mij veel meer dan dat kietserige uh, zelfverheerlijking van de familie Mack. Oké, okay. nee, we noteren het weer even, dat weer allemaal mensen boos op jou worden. Nee, maar nee, wat dus het wat ja. dus over de dubbele... Mommies, ik heb het niet gedaan, hè? Nee, 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 nee ik ook nog niet. Uh, Stardust Racers, een nieuwe uh, trademarks aangevraagd. Ja. Nou, zoals ik al zei... man, een kiddycoaster daarnaast. Ja, dat is een beetje de geruchtenstroming uh, uh, die nu wordt... Uh, gevolgd dat er ja. waarschijnlijk een, een kiddiecoaster naast komt met die naam Stardust Racers, want ja Starfall Racers hebben ze al bekend gemaakt. Dus ik denk dan dat je de BAA Express krijgt. Zo'n kleine art engineering coaster, ja ja ja. Nee, die doen Mac <laughs> toch ook nu, die hele kleintjes. Die hebben ze ja. ook in europa park zo'n lelijk ding staan? Ja, maar dat is van een ander bedrijf is dat. Ja, Niet dat van is Mac ook weer van Mac. Die die, dat, bouw, die dat bouwt art is ook weer van Mac. Ja, dat is allemaal één, één pot nat. Nou ja. Eén pot Mac. Uh, Eén pot mak. Uh, zullen wij uh, naar. Uh, dit was het voor uh, Orlando. Zullen wij de oceaan oversteken? En we gaan even naar uh, United Kingdom. Ja, ik, ik heb besloten dat Bedford. dat wordt gewoon jouw project. Hoezo? Ja, jij, hebt, jij, hebt, uh, jij vindt dat leuk om er helemaal in te duiken. Jij gelooft er ook nog in. <laughs> jij gaat zeker nu wat eten pakken dat je dit uh, als excuus gebruikt. <laughs> Nee, Universal Studios Great Britain uh, krijgt nog geen toestemming van de overheid uh, op dit moment. Dat hadden we verwacht, we riepen laatst al dat dat voor juni een beetje bekend zou worden of ze wel of niet doorgaan. En nou heeft het uh, parlement en allemaal ja, bepaalde uh, raad van staten die daar moeten kijken, die hebben gezegd uh, we gaan voor de zomer nog geen beslissing nemen. En uh, ja, uh, mm, 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 ja wat, wat, wat is dit alweer een kinkende kabel... dat daar nu zo moeilijk over gedaan wordt. Want je gaat een enorme injectie krijgen voor je, voor je gebied... Voor, je, voor, de, voor de welvaart, voor de uh, ja, werkvoorziening. Als je een, je een klein al... inkijkje wil in hoe in Groot-Brittannië... Uh, dit soort processen verlopen... Dan raad ik je aan om even Clarkson's Farm te kijken... op uh, Amazon Prime. Zo'n so, Jeremy Clarkson, de presentator van Top Gear... Die heeft gezegd: Ik ga stoppen met die show. Ik ga een boerderij beginnen. Ik ga dat filmen en ik ga een boerderij opbouwen. En het is sowieso heel herkenbaar, want hij en ik hebben dezelfde manier van werken. Van begin maar ergens aan en we kijken wel naar het schipstrand. Maar hij wil dus, wil hij een restaurant bouwen. Nou, dan moet je 8 miljard verschillende soort papieren. En dan mag je wel een restaurant, maar je mag niet een parkeerplaats. En je mag niet een toilet. En je mag niet een ding. Maar dat mag dan wel op een veld 600 meter verderop. Ze hebben in Engeland van die hele strikte zoning regulations en dingen. Ik denk dat hier moeten zoveel mensen een plasje overheen doen. Ja, waardoor dat... het op een gegeven moment helemaal doodbloed van uh, ja, dit wordt. Uh... Ik denk echt dat het allemaal te ingewikkeld gaat worden. Maar ja. nogmaals, ik hoop het niet, hè? Nee, 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 maar ik, 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 ja, wij zien het... Uh, jij hebt wel ja gezegd voor onze weddenschap en ik nee dat het... Uh, ja, ik heb in de weddenschap wel gezegd dat het doorgaat, toch? Ja, het doorging en ik zeg dat het niet doorgaat. Dus, uh, maar, uh, we, dus we horen in juni waarschijnlijk nog niet uh, of ik het wel of niet, niet doorgaat. Dus, ik, denk uh, niet. doorgaat. Dus, ik denk het niet. Nee, ik denk, denk ook niet. En, en dat denk ik ook, omdat uh, uh, de, de afdeling Universal Creative... Uh, voorlopig nog geen mensen zoekt in die regio. Nee, maar waar ze die wel zoeken is... Uh, we gaan een stukje door in het vliegtuig uh, naar Singapore... Want daar staat een vacature open. Dan denk je, ja, leuk. Maar daar wordt gezocht naar een art director. Die, uh, die vacature hebben ze in deze maand, vorige maand geplaatst. Ja, want daar stond op LinkedIn dat uh, Maria O, een werknemer, een, een recruiter van Universal Creative. Ja, een mooi woord. Ja, een mooi woord. Die was op zoek naar een nieuwe art director uh, um, voor Singapore. En dan denken we: ja, uh, super bijzonder. Ja, Universal Creative heeft mensen zat. Maar uh, daar stond uh, wat interessante informatie bij. Want Kirk Extel gaat het project uh, begeleiden en starten. Die heeft in het verleden ook voor Hongkong. Die, die was eigenlijk in Disney heel erg actief en allemaal park in Azië. Die gaat nu. Uh, wat ze zeggen, een groot project starten in Singapore voor in, uh, Universal. En dat is vanaf 2027. En er stond erbij, uh, dat komt omdat ze die datum hebben gekozen... omdat de meeste mensen van Universal Creative nog inactief zijn in Orlando... tot en met 2027. Nou weten we dat Epic Universe uh, 2025 opengaat... Ja. Je hebt altijd nog een beetje nasleep, maar. 2026 heb je Zelda. Maar de... 2027 Pokémon. Ja, het schijnt dus dat heel veel mensen van Universal Creative tot 2027 in Orlando moeten blijven voor misschien een groot project. De eerste eerste toevoegingen van Epic Universe. Dat Luigi-gedeelte misschien, of ja. dat ze al uh, gaan uh, doen. Maar uh, vanaf 2027 uh, gaat er dus een groot team naar Singapore. En die moeten daar verblijven tot 2029. Dus zoek lijkt een me, art director. Lijkt me geen straf. Nee, die moet daar twee jaar lang blijven. Dus een, uh, waarschijnlijk een nieuw project in 2029. In Singapore iets groots. Nou zijn ze natuurlijk Minion Minionland bezig, waar we amper te Ja, Super Nintendo World komt er ook bij. Komt er ook nog bij. Misschien dat dat daar de aanloop naar is. Maar vooral het nieuws rond Orlando vond ik interessant. Dat mensen tot 2027 uh, moeten blijven van het grote team. Ja. Hé, hey, zullen we nog even een vraagje doen? O, ja, dus we, gaan we, gaan naar, we gaan nu naar het blokje films. Ja, ja, ja. Maar ik heb nog een vraag van Bas van Dun. Ja. En die vraagt: waar komt de specifieke liefde voor Universal vandaan? Nou, we hebben we het al een paar keer benoemd. Ik denk het RTL-programma. Ja, voor de parken. Voor de parken? De parken is inderdaad. Nou, het RTl, was, het die, was mijn allereerste. RTl, die RTL-doku, ja. Universe, ja, die RTL-doku. Uh, University of Florida was het allereerste park wat Amerikaanse bodem deed. Oké. Okay, ja. Yeah. Wij zijn alle twee heel erg filmliefhebbers. Ik keek altijd heel graag uh, de making-offs die op dvd stonden. Dus ja, en een park waar ze lieten zien hoe films gemaakt werden. Ja, dat was natuurlijk daar. Ja. Uh, je benoemde daarom net we, al... Wij hebben nog steeds allebei een zwak voor film themaparken. Daarom vind ja. ik ook nog steeds... Warner Brothers Warner Brothers world daarom world daarom da vind ik zelfs Paul Disney Studios Park of Disney's European Adventure World uh, Land Park. Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Nou, ik, ik, ik heb daar wel iets mee. Het is wel... Maar laat even stilte Het van. is wel by far een van de slechtste film themaparken ter wereld. En het is een ik wereld, wereld waar Movie Park Germany ook bestaat. Maar... Ja, ik, ik heb daar wel een zwak voor. Ik, ik vind dat soort filmthema parken vind ik altijd leuk. Vind ik altijd wat te hebben. Nou, dus daar komt eigenlijk de liefde voor uh, vandaan voor uh, voor Universal. Toch? Ja, zeker. Heen en dan, uh, als we dan toch in de vragen eronder zitten, dan heb ja. ik ook nog eentje van koning konings. Nee, Vincent, Vincent konings. Oh, weet ik veel. Ja, met de vondraam. Doet iemand dat? Uh... Maar zou er een ander pretpark of thema waar zou je zou je over een ander pretpark of thema bedrijf een podcast kunnen maken? Nou, Ik had heel graag Disney gedaan, maar ja, dat uh, doen die jongens van detail al heel goed. Nee, dan dus zou ik het liever algemene, een beetje wat zoals Team Talk doet, meer ja, breder. Dan naar... nou, moet ik wel zeggen dat onze podcast steeds algemener wordt. <laughs> ja, dat wel. Het heeft niks met Universal. Nee, maar niet specifiek over, net zoals wat we nu doen met Universal, over één park. Ik weet niet. Eén parkgroep. Nee. Nee. Een podcast. <laughs> <Ja. Ja>. avontuurlijk. <laughs> avontuurlijk, avontuurlijk, ja. podcast. Ja. Aventuurlijk. hele De Hellendoorn podcast. Ja. Nee, ik heb, we hebben nu Danny op een idee gebracht? Danny in Ilko. ja, en mogen gaat, hem misschien een keer aanschuiven. Die gaat nu, ja, dat is wel voorwaarde. Dat nou, is wel, was volgens mij bestaat helendoor uh, ergens dit jaar 90 of 100 jaar of zo. Ja, het is het. uit necht, uh, uit maar ja, 1935 lang. begonnen, weet ik zoiets het. lang. Ja, ergens of dit jaar of volgend Efteling. jaar bestaan ze, uh, bestaan ze zoveel jaar, dus het is wel leuk. ja. En nu we toch uh, over, uh, nou we hadden het net al benoemd of niet? Oh nee, toen kwam de mummy even naar voren. We hebben nog een vraag van, uh, van Wout: uh, Gringotts of de mummy als achtbaan? Ja, je hebt al de mummy gedaan, toch? Ik heb alleen mummy gedaan. Uh, ja. ja, tuurlijk qua decor en show en wachtrij zou Gringotts zo zo winnen, maar ik denk aan, ja, ik denk als ik, heb ik uh, kijk welke ik, welke, welke, welke ik liever zou rijden, dan dan denk ik toch echt de mummy. Ik vind, uh, ik vind de Mummy qua verhaal en dergelijke vind ik echt een, uh, een betere coaster. Ik vind Gringotts is een mooi verhaal, maar eigenlijk is de wachtrij is imposanter dan de ride zelf. De ride is niet echt een, een coaster, het is echt een story coaster. Je, gaat van, je stopt steeds van scène, naar van scène. scène, naar scène en en een beetje power coaster idee uh. Ja, weet je, van verhaaltje naar verhaaltje, van ding naar dingen. Net zoals die, die drop track en dergelijke, dat die tilt track, dat is allemaal hartstikke leuke effecten. En die lounge is allemaal hartstikke leuk. launch Lounge. Een lounge is waar je ja, zit. Ja, lounge ja, ja. Is waar... Geen, ge ge ja, nee, die ga ik nu inhouden. Ja, ja, Mag ik ja, ook eens een ja, ja. keertje iets taaltechnisch aanpassen. Ja. Dat waren de vragen. We ja. gaan nu naar de films. Leuk. Ja. En uh, we hoorden mijn dochter al in het begin van de intro. Uh, ja, want, de intro spreken. Het was eigenlijk de bedoeling dat zij vooral verhaaltje zou vertellen over de film waar ik met haar naartoe was geweest. Ja, want jij bent nu een keer naar een première. Ja, gemeen. met mijn voelt dochter. voelt wel samen. als doorgestoken kaart. Maar ja. goed, eh, dat, wat, jij vraagt aan mij altijd: hé, hey Den, dit is een première. Hé, hey, Den, hier is een première. En dan zeg ik: oh ja, doe maar twee kaarten. Oh, doe maar drie kaarten. Oh, doe maar vier kaarten. Ja. En dan hoor ik er nooit meer van. En ineens was het, uh, oh ja, ja, ik ga toch uh, nou, en, last minute met mijn dochter. Nou, letterlijk. De première begon tien uur en de kaarten zaten om negen uur in mijn telefoon. Dus Echt? Ja, ik zat hier op de bank nog, in mijn boxshort, ochtends. Uh, Zo ben je ook toch? Zo ben ik ook naartoe gegaan. Ik vroeg aan mijn dochter, wil je naar Carfield? Ja, nou, wij met een sneltreinvaart naartoe. Uh, was uh, Pathé Arena, was weer goed verzorgd. Uh, de ja. ballonnetjes, oorheenlopers. Uh, nee, geen goodieback, maar... Uh, we hadden wel cupcakes, dus er lag, uh, een, uh, je kon uh, ontbijtdingetjes pakken, croissantjes, chocoladebroodjes, oh, koffietje, theetje, popcorn, uh, drankjes, alles was er weer. Garfield was er zelf uh, ook? Garfield was er zelf ook, uh, waar je mee op de foto kon en uh, knuffelen en dingen doen. Toen uh, zijn we de film uh, gaan doen. En, uh, ja, zoals, want uh, want dit is niet de eerste Garfield film? Nee, er zijn nou er een ik, paar van die ik ken Carver wel als strip, maar ik heb niet de vorige films gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Daar heb je niet veel aan gemist? Ik vond wel de stem van. Uh, hoe heet die die deed toen? Kom maar zo. Op. Bill Murray. Bill Murray. Bill ja, Murray. ja. Uh, die, die deed die stem. Dat, dat, dat voegde wel, zeg ja. maar. Dat was nou, wel, waren dat wij zo. natuurlijk op de Nederlandse première, dus je hoort de Nederlandse stemmen. Wie is dat? <laughs> <Ja>, dat Walder <laughs> Torenstra. Nee, Jim Bakken. Jim Bakken. Nou moet ik zeggen, wij gaan, uh, jij hebt ook wel wat, uh, de premières uh, waar wij van Universal Animatie, die heb je ook vaak de Nederlandse stemmen toch? Net als Mario, was dat ook niet Nederlands? Uh, weet je uh, Mario weet ik niet, die andere, net als Minions en zo wel. Ja, met zo, Trolls ja. waar ik natuurlijk recent ja, ben geweest, ja, ja, allemaal ja, Nederlands. Ja. Uh, er wordt natuurlijk altijd bij jou hetzelfde vijver gevist, maar als je gaat kijken naar begin uh, beginjaren, Was Mert Morsel er weer? Uh, ja, die was weer. ja, die zit in elke film. Jezus, nou, dat, is, ik neem... dat, is een, dat is een soort Pixar-Easter Egg, maar dan voor Universal uh, Nederland. Maar ik moet Mert wel Mossel. zeggen: kijk, Murd heeft een apart stemgeluid. Wat ik kan waarderen, dat vind ik leuk. En uniek. Ja, maar hij Maakt. zit in elke animatie. Dat van. is, dus als je ook een uh, Nederland 3 aanzet, spreekt hij ook heel veel dingetjes in. Wat ik wel merk, is dat er in Nederlandse stemmen, er wordt nu tegenwoordig alleen maar gekeken naar ben een bekende Nederlander dan word je genomen. Er wordt niet meer gekeken naar echt stemacteurs. Nou, bij je... Disney wel. En dat moet ik echt Disney wel... die proberen in elk geval het stemgeluid van de persoon die het doet... erop exact. te laten lijken. En dat mis ik dus bij Universal uh, uh, Nederland-producties. Uh, net zoals in Jim bakken denk ik... Ja, die past niet bij dat karakter. Als je ziet dat Chris Pratt het doet... Uh, dat is een beetje, net zoals... Uh, uh, weet het. Carfield is natuurlijk een, een dikke, luie kat... Die, uh, die alles maar een beetje doet... En dan vind ik Jim hem stem weer wat net te, 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 te fris voor. Je ja. snap ik, wat ik bedoel, ja. niet doorgeleid. Maar er wordt de vader wordt gedaan door Jurgen Rijman. En Jurgen Rijman's stem, zie ik niet bij een hele grote, dikke vaderkat. Nee. Ik heb een apart stem gewoon Jurgen nee, Rijman, is, is, maar niet is, voor is, is, dat like, karakter. Frank Lammers of zo. Ja, zoiets. Een beetje van, hey, kom weet je, gewoon een beetje ja. zware stem. Maar meerdere stemmen, ook in die film, dan denk ik, ja, dit is gewoon niet goed gekast voor bij dat karakter. En, en Disney, daar gaan we natuurlijk uh, een beetje oude lullen uh, praten. Maar vroeger had je uh, mannen als uh, Hans Hoekman en Arnold uh, Gelderman en zo. Dat zijn de echte stemmen, stemacteurs die alleen bekend waren. Die Jafar doen en Lion King. Ja, zeker. Ik, ik, ik heb alle posters ja, heb maar, ik Dat van hen, ja. denk ik. Nee, die stemmen die ken je allemaal wel. Nee, maar dat bedoel ik dus. Disney is er heel goed in en om die stemmen wel te matchen. Ja, want net als je kijk naar Fayana, uh, of uh, Moana Fayana uh, in Kanto en zo, die stemmen voor de hoofdkarakters, die passen er echt bij. Ja, moet dat Laura Vlasblom? Uh, uh, nee, in? V, nee, v, uh, v, ja, dat, nee, uh, nee, Ze is zo'n musicalster. Zij doet, uh, van der Bos. Ja, voor mij wel. Ja, die doet, haar stem is leuk voor beide karakters. Waardoor je ook. Maar dat. Ben En dat had ik nu met. Carfield ook. Ja, je, het raakt je niet. Het doet nee, je niks. Bij mij leidt het dan af. Maar. Mijn dochter vond het echt een superleuke film. Het was. Uh, ja, een beetje. flinterdun verhaal. Kun, kun je even. Zon, zonder spoilers. het verhaal. Ah, kijk. Maar je schrijft, uh, we gaan eigenlijk. Uh, terug naar hoe. Carfield. bij zijn huidige huis is gekomen. Ik vond die trailers wel leuk. Dat iedereen, ja, die is met leuk. Die, met die lasagne en zo. Ja, er zitten. dat soort kleine gimmicks. Maar. Het, zit, er zit, het is allemaal. een beetje. erg luchtig gedaan. Het is echt. Kinderlijk humor, terwijl ook bij andere animatiefilms, als wel zo'n grapje wordt gedaan, dan is het ook een beetje een leuke grap voor naar volwassenen, toe. Ja, van herkenbaar ja, ja, ja. dat zit hier niet in. En het is een heel luchtig verhaal over ja, hoe, uh, hoe hij met zijn vader uh, uh, zijn band met zijn vader eigenlijk is ontstaan. Want hij is zijn vader een beetje kwijtgeraakt, die komen weer samen, maar ja. die vader zit toch niet in die stripboeken. Oh, daar nou, dat weet ik dus zo, nee, thuis. volgens mij niet. Oh, oké. Okay. Denk ja, ik. ja ik zover zover ik ook niet in de Garfield versie ik ken alleen zeg maar Garfield met uh, John en hoe heet die hond Odie Odie ja, ja die Odie zit er ook dan in maar ook ook een beetje een beetje luchtig allemaal en het gaat over dat ze uh, dat het gaat over een ontvoering kidnapping en ze moeten dan uh, kat kat ja. ja <laughs> ja je, je moet het, het is gewoon leuk om een keer luchtig te kijken maar dit is niet de film dat je zegt oh die moet ik uh, in de kast dat straks hebben straks ooit op Sky Showtime staan ja dan gaan we dan kijken maar het het is, het is, het is uh, maar ik merkte wel om, om me heen Carfield is wel een IP die heel veel mensen kennen ja. iedereen herkent ja, het wel het beeld. ja maar dat is wel grappig dat dan die films dan niet die lading hebben of er wordt een beetje nee, maar mee nee iedereen grond. kent Carfield uit de krant en uit ja. uh, 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 de de hoe heet dat uh, Nee, maar ook uit onze jeugd de merchandise. Iedereen had wel een Carfield. Ik het uh, agendaatje, ja, jasje, T-shirtje. Elke paar jaar komt dat weer. Uh, komt dat weer. En wat op. wel heel tof was van Universal toen we naar buiten kwamen, kregen alle kinderen een Carfield knuffel. En Echt? As we Speak, de kamer hiernaast ligt uh, mijn dochter te slapen met, met een Carfield car in al. Ja, dat is een grote vriend nu geworden. Oh, maar. dat vind ik wel leuk. Maar dat vond ik wel leuk. Vind ik leuker dan de goodiebag. Dus uh, het was een hele leuke uh, uh, zondagochtend. Hectisch om er snel te komen, maar uh, toch even een leuke film uh, gehad. Leuk man. En uh, jij hebt ook wat films. Ja, nou sowieso zag ik heel even als we het dan net hadden over, uh, over Sky Showtime. Ik zag dat de trolls staan nu op uh, de, de Rock Tour band uh, to go, together. Oh, die ik net benoemde, waar, we, waar ik toen naar de heb geweest. Ja, ja. ja. ja die, uh, uh, die staat er nu op. En, ook een leuke luchtige film. Ja, dus die ga ik echt wel binnenkort kijken. Maar ik zag twee films bij Universal uh, Creative. Of zo niet bij Universal, Universal Pictures op de site, die me erg leuk leken. If Oh, ja. de Imaginary Friends. Ja, ik vind Ryan Reynolds wel altijd leuk. Ja, maar daar heb ik ook het idee van, die zit ook in elke film. Nou, die, niet in elke film. Nee, maar. Zat hij in Carfield? Nee, dat Nee, niet. dus hij zit niet in elke film. <laughs> <laughs> Hè? Dus, dus op dat opzicht is je, is je verhaal alweer uh, helemaal achterhaald. Maar wel in veel, ja. Maar ik, ik, weet, ik vind hem altijd wel leuk. Zijn, zijn humor vind ik altijd wel leuk. Het gaat over, over uh, 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 hoe heet het? Imaginary Friends, wat is het Nederlands woord daarvoor ook weer? Denkbeeldige vrienden. Denkbeeldige, denkbeeldige vrienden. Ze, ze zit hier, die van jou zitten hier allemaal aan tafel vandaag. Um, en dat hij een soort thuis heeft voor de imaginary friends... die dan weer op zoek moeten gaan naar een kind wat in ze gelooft. Lijkt me een hele leuke, een schattige, schattige uh, film. En ja, weet je, het is echt een beetje mijn jeugd. Bad Boys for Life. Nou, dat was nu Bad Boys 4, Ride ja. or Die. Ja, vanaf 6 juni in de bioscoop. Ja, Bad Boys 1 was goed twee oké okay, maar daarna werd het toch een beetje nou van Bad Boys for Life als deel 3 Volgens mij mm. vond ik wel leuk. Het is ook wel een lekkere actiefilm om verkeerd te kijken. Het is echt zo'n Jerry Bruckheimer film. Je ja, gaat gewoon zitten met popcorn. De hele. Ik moet wel zeggen, tering dat zo ontploft. We gebruiken even het bekende uploadwoord up uh, iconisch. Iconisch. Ja, had er zo'n lang niet gebruikt trouwens. Nou, het werd uh, vorige week in kleine boodschap gebruikt. Ja, maar dan zie je dus dat wij al heel lang niet meer Maar Het is toch aan ons blijven dat... kleden. <laughs> ja, nee, iconisch. Shot. Als we het hebben over uh, bad boys uit mijn hoofd. Twee, oh, dat hij door die muur heen gaat. Ah, oh, dat vind camera. Camera, technisch beeld geweldig. Even uitleggen: er is een, een, een shootout in een ruimte en zij zitten met de rug tegen de muur en aan de andere kant van die muur daar wordt op de hun gangsta. geschoten. Ja, en die camera draait om hun heen. Ja, 360 graden. Gaat, ja, 360 graden gaat door die andere kamer heen waar die shooters zitten. Gaat weer door de andere deur weer langs hun en die blijft continu in die scène draaien om hun heen. Een grote cirkel. Zou ze, zou ze ook echt zo gemaakt hebben? Zo met een camera die gewoon tussen Ik die denk, Denk aan het plafond, gewoon aan een arm. En die blijft gewoon rondjes draaien. Maar dat is echt... Ja, echt Jerry of uh, Nee, Jerry Brooker Ja, het, uh, Jerry Ja, die heb ik Maar hoe heet die regisseur van de Transformers ook? Die dit gedaan heeft? Uh, Michael Bay. Natuurlijk, Michael Bay. Michael van. Bay. Stom. Ja. ja. Dit is echt typisch Michael Bay film met explosie dingen. Maar dat camera shot, dat is geweldig. Iconisch. Iconisch. Dat vind ik echt vet, shot. Gewoon ja. continu draaien in die scène. En je hoort aan hun verhaal. Ja, vind ik leuk. Maar uh, ja, doe er wat mee, zou ik zeggen. Maar er komt dus een deel 4 nu uit. Nice, nice. Toch dat Wil Smit overal. Ik dacht dat mensen een beetje na nou, dat cancel-verhaal. Maar hij heeft Tot hij is... is dan niet gecanceld? Nee, maar hij heeft gewoon iemand een klap gegeven. Ja, maar ik dacht, nou dat is een beetje killing ja. voor zijn carrière. Ik weet niet, ik heb Ik heb ja, een ja, beetje. Ja, ik, een, vond, een ik een vond het allemaal niet zo spannend. Toch? Hij heeft, hij ja, heeft uh, Chris ook een klap gegeven. Ja, ja dat boeien. wil je. Ja. Dat, dat waren de films. Ja, nou, dat waren even uh, een paar, films, een paar uh, films. Ik ben heel benieuwd. naar dus Monkey Man en zo, die hebben we het vorige keer over gehad. Die ja. draaien nu. Ik weet niet wat die doen. Ik hoor er eigenlijk niks over. Nee, uh, ook geen reclames krijg je ervan mee. Ook niet online. Of iets dat wordt niet. Uh, daar, daar meet ik het altijd een beetje aan van hoeveel reclames zie ik op de socials voorbij komen. En, ja, nee, dat het valt, dan, een beetje, valt dan, dan een lastig. beetje tegen inderdaad. Ja, uh, 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 wat niet uh, tegenviel uh, was de winst weer. Want uh, ja, we komen nu bij het blokje Comcast. Uh, de kwartaalcijfers van Q1 uh, zijn bekendgemaakt. De omzet is gestegen, hebben we het hier over de pretparkendivisie? Uh, met anderhalf procent naar 1,97 miljard. Dus net, net, geen 2 miljard uh, omzet. Wat wel bijzonder is dat de winst daalde Zoals met een, uh, geld. 2 miljard, ja, Voor alleen de pretparken. Serieus ja. geld. De winst daalde wel met een kleine 4%. Dat kwam als gevolg van de hoge bedrijfskosten die op dit moment zijn. Er was wel een groei bij Universal Studios Hollywood. Uh, Mede natuurlijk door Super Nintendo World. Mm -hmm. De resultaten in Orlando waren wel lager dan vorig jaar. Maar het ligt nog wel in de lijn, zoals we het altijd met zeggen, met de pre-corona. Ja, maar terwijl Daarmee zij het ze na corona eigenlijk in verhouding heel goed deden. Ja, ze, ze dus, doen meer nu na corona dan ja, dat ze dus, voor corona dus, zijn. Dus ja. je zegt, ja, we zitten weer voor corona. Dan heb ik die hele stap Ja, maar terug. misschien is dat boekhoudtechnisch dat dan een soort van nulpunt. Dat is die manier meten op die manier. En nu we toch bij Comcast zijn, gaan we het weer even hebben over Hulu. De streamingdienst van Disney en Comcast samen. Ja, want ik dacht dus dat die deal helemaal rond was. Nou, het Plus logo is verkleurd. Ja, maar nog steeds is Comcast voor 33% eigenaar. Disney heeft 66% van de aandelen ze zijn nog steeds niet uitgekomen uh, voor de prijs en uh, het is nu zo ver gekomen dat ze een derde ja een financieel adviseur dus een derde externe bank ze hebben een onafhankelijke taxatie even laten doen. Ja, maar nee, maar het is toch leuk als jij dat telefoontje krijgt van hey, wil je even Hulu taxeren? Dat is gewoon een gigantisch miljardenbedrijf. Ook oh, bijzonder hoe dit soort dingen natuurlijk ja. gaan. Er wordt een derde partij bijgekozen om een onafhankelijke taxatie uit te voeren. En de huidige taxatie is dat J.P. Morgan Chase, een bekende bank uit Amerika, heeft het gewaardeerd op 27,5 miljard. Dus de totale waarde van Hulu. Ik denk dat die een beetje aan de Disney-kant staan. Misschien is dat de huisbank van Disney. Want Morgan Stanley, de andere bank, is denk ik de bank van Universal, van Comcast. Die heeft een waarde gezegd van 40 miljard. Nou, daar zit natuurlijk een gigantisch verschil tussen, ruim een kleine 13 miljard. Om tot een prijs te komen, mag de prijs niet meer dan 10% van elkaar afwijken. Dus er is een marge van 10% tussen de twee waarderingen. Als het daartussen valt, wordt daar een gemiddelde genomen. Dat is dan de waarde van Hulu, zodat Disney een cheque kan uitschrijven voor die 33%. Want Disney wil 100% eigenaar worden. Ja, 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 en die moet in cash, hè? moet een cash, ja. Uh, er zijn ook recent weer uh, cijfers naar buiten gekomen... dat ze op dit moment een kleine 50 miljoen abonnees hebben. Is nog steeds een beetje beperkt, hè? Netflix, wat zit die op? Over de 100 miljoen toch? Ja, veel meer, joh. Ja, je meer, hè? Ja, misschien wel 200 miljoen hebben ja, En op. Disney Plus zat toen de tijd 90 miljoen. Die ja, hij ook zit over, van de over de 100, 100 miljoen. Zitten ja, in, ja. Ja. Dus het gaat om 50 miljoen abonnees. Dus ja, de, het is nu wacht op de derde taxatie. Uh, Mochten ze daar weer niet uitkomen... Dan gaan ze naar de eerste taxatie toe van 27,5 miljard. Waar eigenlijk alles een beetje naartoe gaat leiden, denk ik. En dan betekent het, uh, even teruggerekend... dat Disney 9 miljard dollar moet betalen aan Comcast om... In cash. In cash, dat, om de aandelen maakt, te krijgen. Dat maakt Comcast in één klap het rijkste... Multimedia bedrijfbaar. Ja, ik heb toen de tijd gekeken van... ...wat heeft Disney, dat ja, kan je zien op dit cash. moment... ...cash in kas En dat was toen 11 miljard uit mijn hoofd. Dus ja, als je daar ja, nu in één keer... Universal had iets van 4 of miljard. Comcast of zo. Comcast of 7 miljard en Disney had 11 miljard. Ja, dus er dus komt in één klap 9 miljard bij... ...en daar gaat 9 ja, miljard af. Ja, dat moet je in één keer aftikken... ...dan mag je niet een aandeel uh, weggeven. Dus uh, ja, Of dat in één keer afgetikt wordt of niet... Dat er dus straks uiteindelijk blijkt... ...dat uh, Disney Epic Universe heeft gefinancierd. De, die uh, kans is ja de Disney, gewoon het is een project van Disney, dus Bob Eiker zegt elke keer: Van we zijn uh, we're still building team in parks. Ja, de <laughs> <grote Epic laughs> universe is <hebben laughs> ja, Disney ja, gedaan. Ze zijn de grootste investeerder, in ja. ja, ja. Dus ja, het is uh, even afwachten dat uh, dat doorgaat, maar het zal denk ik op die 9 miljard ongeveer uitkomen. Ik ben benieuwd. Ben dus, benieuwd. Uh, maar we schrijven het op. Wil jij ook 9 miljard storten? Dan kan dat, want je kan altijd onze podcast supporten. Hoe kunnen mensen dat doen? Dus je kunt gaan naar uploadpodcast.nl en naar het knopje Voortje, of het linkje. Voortje, voortje geven. Voortje geven. Of naar fooiepot.com uh, slash upperlotpodcast. Ja. Nee, fooiepot.nl. Hoi, oh, jee, jee, jee. Fooiepot.com. dat was, 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 ja, was, was, was ik ook goed. Wel, uh, ja, zit heel, ja. Ja, en dan, uh, ja, dan, 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 stoor, dan draag je bij aan de, de baklava. En de, <laughs> een baklava. Aan een baklava en ja. een, aan een vieze goren. Oh, die hamburgers zijn niet lekker. Hoor. Kijk, nou, ik, denk, ik moet zeggen, de snacks van, ze zijn niet noemenswaardig vandaag. Nee. Het was, was droog, het was een beetje nou, slecht. Betekent, van, ja, het was We nee, moeten het niet meer op maandag opnemen. Nee, moeten we ook niet meer doen. Ja, als jij nog steeds in Duitsland hangt. Ja, de heimat. Ja, ja. ja, dat was wel. Ik daar vind dat je wel weten. Ja, maar ik was dus in Centro ook, hè? in dat grote winkelcentrum. Ja. Ik, heb, ik heb wel het gevoel dat ik in Amerika rondloop. Ja, dat is een goed. Die grote, grote food court erin, en dan loop je daar buiten en dan heb je Legoland en een dingetje. En dan staat een reuzenrad. En... Gewoon dat die hele atmosfeer daar ook. Ja. Een beetje Disney Springs vibes. Ja, zeker. Het is een leuk winkelcentrum. Ja, echt uh, de moeite waard. Ja. Ik vond het weer leuk, App uh, trouwens een vraag of iets, uh, kan het altijd naar onze socials gestuurd worden, of naar info.at, ja, ja, en ga ons ook volgen, podcast, hè, dat is ook gewoon leuk. Even, even, even een ja. volgje. En uh, als je nu een nieuwe volger bent, op een van onze sociale kanalen, en je reageert uh, binnen 24 uur na het uitkomen van deze podcast met uh, uh, hashtag dit is de pin, dan, oh, dat is dan, leuk, ja. dan krijg je een pin. Dus stuur een pin op. Gaan we dan ook kiezen, want als meerdere mensen ja, dat, geluiden... dat is jouw afdeling. Ik heb nu iets bedacht. Dat jij moet het uitvoeren. Dus hashtag, dit, dit is, is de pin. pin. Ja. Okay. En dat moet binnen 24 uur, na het uitkomen van deze aflevering, op één sociale je zeker kanaal. dat mensen dit hebben en je moet een nieuwe volger zijn. Een nieuwe volger. Dus ook niet stiekem ontvolgen en dan volgen. Nee, oké, okay, oké. Okay. We weten allemaal wie je bent. Op, maar dit doen we dan op? Nicky Bergkamp. Op? X. <laughs> dit doen we al op X? Of op Insta, X, Facebook, okay. Twitter, dus hashtag... Hives. Uh, uh, see you 2 Oké. Okay. doen het overal. Nou. You know the assignment. Habbo Hotel. Ja. Wat een lange, lange zit weer. Ik, ik kijk, vond het wel weer leuk. Het was zeker leuk. En kijk uit naar de volgende opname. Yes. Moet we wel binnenkort weer even opnemen, want ik ga binnenkort weer op vakantie. Dus alweer? Toch, ja, het is alweer. We, gaan, we alweer zitten weer, een wees. beetje. Ja, het is. Waar ga je naartoe? Uh, Krankenaria. Wat oh, heb je, pretparken en Welke dan? Heb je toch. Uh, oh nee, op Tenerife is dat. Heb ja, ik, dan heb je Siam Park. Ja. Een huis, dat, is gewoon, dat is één van die eilanden. Is uh, lava. Hebben ja. ze ook bakken lava? <laughs> ja. Nou, het uh, niveau is weer weg. Nicky, ik spreek je later. Hoi. Je luisterde naar de Upper Lot Podcast. Wil je meer weten? Ga naar upperlotpodcast.nl Of volg ons op alle sociale kanalen. Via Upper Lot Podcast.